Ik deed een paar passen naar het stroompje. De Arabier bewoog niet. Ondanks alles was hij nog een heel eind bij me vandaan. Het leek of hij lachte, misschien door de schaduw op zijn gezicht. Ik bleef wachten. De brandende zon trof nu mijn wangen en ik voelde zweetdruppels die zich verzamelden in mijn wenkbrauwen. De zon was net zoals op de dag dat ik mijn moeder had begraven. En net als toen had ik vooral pijn aan mijn voorhoofd en alle aderen daar klopten onder mijn huid. Vanwege het branden van mijn wangen, waar ik niet meer tegen kon, ging ik een stapje naar voren. Ik wist dat het onzinnig was, dat ik niet uit de zon vandaan kwam door één stap te doen, maar ik deed één stap naar voren. En ditmaal, zonder op te staan, trok de Arabier zijn mes dat hij me liet zien in de zon. Het licht spatte van het staal en het was alsof een lang, glinsterend lemmet mijn hoofd raakte. Tegelijk droop een straaltje zweet dat zich had opgehoopt in mijn wenkbrauwen op mijn wimpers en bedekte die met een lauw en dicht waas. Mijn ogen waren verblind, achter een scherm van tranen en zout. Ik voelde alleen nog de bekkenslag van de zon op mijn gezicht en onduidelijk de oplichtende kling die opsprong van het mes dat ik nog steeds voor me zag. Dat brandende zwaard beet in mijn oogleden en wroette in mijn pijnlijke ogen. Toen is alles gaan wankelen. De zee heeft een diepe en vurige zucht geslaakt. Het leek me of de hemel zich over zijn volle lengte opende om vuur te laten regenen. Mijn hele wezen spande zich en mijn hand verkrampte om de revolver. De trekker gaf mee. Ik voelde de gladde buik van de kolf en toen, met een tegelijk droog en oorverdovend geluid, is alles begonnen. Ik heb het zweet en de zon afgeschud. Ik begreep dat ik het evenwicht van de dag had verstoord. De uitzonderlijke stilte van een strand waar ik gelukkig was geweest. Toen heb ik nog 4 keer geschoten. Op een roerloos lichaam waar de kogels in verdwenen zonder dat je het zag. En het was alsof ik 4 keer kort aanklopte op de deur van het ongeluk. Goedenavond. Hartelijk welkom in de stad Schouwburg vanavond bij de 3e aflevering van Sign of the Times. Mijn naam is Juri Albrecht. Ik zal proberen vanavond te modereren. En u hoorde zojuist, acteur Eelco Smits, die een fragment las van de wereldberoemde roman L'étranger, De Vreemdeling van Camus. Een fragment waar de moord gepleegd wordt. Niet al te lang geleden werd deze roman van Camus uit 1942 in Frankrijk uitgeroepen tot de beste roman van de 20e eeuw. Nummer 1 van een lijst van 100. En we gaan nu luisteren naar een tweede fragment. Het antwoord op deze roman, zou je kunnen zeggen, van het langzamerhand niet minder bekende boek van Kamel Daoud. We gaan luisteren naar Djamila Landbrug, die het stukje leest uit het boek wat Kamel Daoud geschreven heeft, zijn eerste roman. Die in Nederlands heet Moussa of de dood van een Arabier. Dit is geen gewoon verhaal. Het is een verhaal dat begint aan het einde en teruggaat naar het begin. Als een schoolzalme, ja, maar dan getekend met potlood. Ongetwijfeld heb je het verhaal net als iedereen gelezen, zoals die schrijver het heeft opgeschreven. Hij schrijft zo goed dat zijn woorden op eindeloos nauwkeurig uitgehakte stenen lijken. Hij was heel strikt met schakeringen, die held van jou. Hij dwong ze haast om wiskunde te zijn. Oneindige berekeningen op basis van stenen en mineralen. Heb je gezien hoe hij schrijft? Hij beschrijft een schot en het is haast poëzie. Zijn wereld is helder. Duidelijk en precies. Geciseleerd door de heldere ochtend, geschetst met geuren en vergezichten. De enige schaduw zijn de Arabieren. Onduidelijke, onsamenhangende objecten, afkomstig van voorheen. Spoken met als enige taal de klank van een fluit. Ik denk dat hij er genoeg van had om rond te moeten zwerven in een land dat hem, dood of levend, niet wilde. De moord die hij beging was als de daad van een geliefde. Bedrogen door de grond die hij niet kon bezitten, de stumper. Wat moet hij geleden hebben als kind van een oord waaruit hij niet was geboren? Ook ik heb zijn versie van de feiten gelezen. Net als jij en miljoenen anderen.
Vanaf het begin is het meteen glashelder. Hij droeg een mensennaam. Mijn broer de naam van een gebeurtenis. Hij had hem ook 14 uur kunnen noemen. Zoals die ander die zijn slaaf vrijdag noemde. Een moment van de dag in plaats van een dag van de week. 14 uur, ja, dat klinkt niet gek. Juj in het Arabisch. 2. Het tweetal, hij en ik. Voor degenen die het verhaal van dit verhaal kennen, in zekere zin een onvermoede tweeling. Een Arabier, kortom, technisch vluchtig, die 2 uur heeft geleefd en 70 jaar lang ononderbroken is doodgegaan, ook na zijn begrafenis. Mijn broer, Jus, zit als het ware onder glas. Zelfs vermoord blijft men hem stevast aanduiden met een naam als een zucht en de wijzers van een klok. En laat men hem zijn dood steeds opnieuw naspelen. Zijn dood veroorzaakt door een kogel afgeschoten door een Fransman die niet wist wat hij aan moest met zijn dag en met de rest van de wereld die hij op zijn rug droeg. En nu alweer. Als ik het verhaal in mijn hoofd afspeel, word ik razend. Wanneer ik daar de kracht voor heb, tenminste. De Fransman doet of hij de dode is. Hij wijdt uit over de manier waarop hij zijn moeder verloor. Hoe hij vervolgens in de zon zijn eigen lichaam kwijtraakte en daarna dat van een geliefde. Hoe hij naar de kerk ging om te constateren dat zijn God het lichaam van een mens in de steek had gelaten. En hoe hij waakte over de lichamen van zijn moeder en zichzelf enzovoort. Grote God, hoe kun je iemand vermoorden en hem dan ook nog zijn dood afnemen? Die kogel heeft toch mijn broer geraakt, niet hem, Moussa, niet Marceau. Nou dan. Ja, wat ook verbijsterend is, zelfs na de onafhankelijkheid heeft niemand geprobeerd de naam van het slachtoffer te achterhalen. Of zijn adres, zijn afstamming, zijn eventuele kinderen. Niemand. Iedereen stond met open mond te kijken naar die perfecte taal die de lucht facetten gaf als van een diamant. Iedereen uitte zijn medeleven met de eenzaamheid van de moordenaar en bood hem hooggeleerde condoleances aan. Wie kan de werkelijke naam van Moussa noemen? Wie weet welke rivier hem naar de zee heeft gevoerd die hij te voet moest oversteken, alleen, zonder volk, zonder magische staf? Wie weet of Moussa een revolver, een filosofie of een zonnesteek had? Wie Moussa is, dat is mijn broer. En daar wilde ik naartoe. Vertellen wat Moussa nooit heeft kunnen zeggen. Ja, vanavond is alweer de 3e aflevering in deze Sign of the Times reeks, programmareeks van Toneelgroep Amsterdam, Stad Schouwburg en de Bali. En we proberen hier een soort experiment aan te gaan waarin we met lezingen, met toneelspel, het lezen van teksten en een gesprek onderwerpen proberen uit te diepen die wat verder uitdieping behoeven. En het onderwerp dit seizoen is identiteit. Een belangrijk onderwerp, zoals iedereen begrijpt die de krant leest. Eind vorig jaar stonden we stil in de eerste aflevering bij het nationalisme. Daarna een aflevering over seksuele identiteit. En vanavond gaan we het hebben over het thema koloniale, postkoloniale identiteit. Staat centraal vanavond. Hoe groot is de invloed van het koloniaal verleden op onze hedendaagse identiteit? En waarom laait het debat daarover steeds weer zo fel op? Dat doen we met onze hoofdgast, Kamel Daoud. Maar dat doen we ook met twee schrijvers vanavond. Nederlandse schrijvers Karin Ahmad-Mukrim en Reggie Bai. En dat doen we ook met Jamila Landbrug en Elko Smits, die u al hoorde en die u vanavond nog vaker gaat horen bij verschillende tekstfragmenten. Niet allemaal toneelfragmenten, ook tekstfragmenten uit andere regio's dan het theater. Aangezien het vanavond een experiment is waar we spreken over identiteit, kom je al gauw op verschillende talen, verschillende identiteiten, verschillende culturen. Dus vanavond spreken we in het Nederlands, in het Frans en een heel klein beetje in het Engels. Maar er wordt voor vertaling gezorgd. Ik ga nu over op het Engels. I'd like to switch to English for the introduction of our main guest. And it's a great, great honor to introduce him. It's very, very nice to have him here. Kamel Daoud, who wrote specially for tonight on our request an essay on identity and on his work. A beautiful essay, I have to say. Speech it out in French, but there will be translation. Kamel Daoud is an Algerian writer and a journalist. His articles are published in Algeria and in France, but also in the New York Times, for example, and all over the world. He wrote columns for Le Quotidien, a French daily in Algeria,
But he stopped after his articles on Islam and other political topics caused so much controversy that somebody thought it wise to issue a fatwa against him. Here, Daoud is mostly known for his beautiful first novel, Merceau contre enquête, or in Dutch it's called Moussa of the Dood van Arabier, waar u net een fragment uit hoorde. It's a retelling of Camus' novel, The Stranger, in which he gives a voice to the story of the unnamed Arab killed by Camus in his novel. And this spring, the Dutch translation came out of his second novel, Zabor, and I'd like to add to that that I would like to say that Kamel Daoud is not only, I would say, one of the most nuanced voices in the French and Mediterranean literature, but also one of the most outspoken. And I think the combination of the two is very remarkable. And I'd like to welcome and give a warm applause to Kamel Daoud for tonight. Kamel Daoud! Bonjour. Il y a un an, une journaliste française m'a posé cette question obsédante depuis. Quelle est la question philosophique la plus urgente pour ce nouveau siècle? Je ne suis pas philosophe, mais écrivain et journaliste, c'est-à-dire un homme préoccupé par le sens et l'actualité, l'immédiat et ce qui est passible d'approcher l'éternité. Mais je reste un homme inquiet, soucieux de son temps de vie, et attentif aux possibilités de réponse à l'énigme de ma présence au monde. Pendant longtemps, j'ai pensé que la mort est un mystère auquel il faut consacrer de la réflexion. Je m'étais trompé. Je le sais depuis peu. L'énigme, c'est de vivre. Cette coïncidence entre ma banalité essentielle, l'accident de ma naissance et l'absolue singularité de ma vie est un énorme mystère. Une sorte d'énigme policière où l'on mène l'enquête pour savoir non qui a tué, mais qui est vivant et pourquoi. À la question de la journaliste française, j'ai réagi presque spontanément. L'altérité. La grande question du siècle, selon moi, est celle-ci. Que faire avec l'autre? On peut y répondre en temps de paix et de puissance par la curiosité exotique, l'orientalisme ou le safari, le voyage, la mixité ou la compassion. En temps de crise, on y répond par le déni, le meurtre, l'indifférence ou la phobie. J'ai pensé, en préparant ce texte, vous parler de l'identité et de ses pièges et merveilles. Ce mot résume à la fois la nécessité d'être différent et de le préserver pour pouvoir enrichir chaque rencontre avec autrui, mais aussi ce mot recèle une trace d'égoïsme, de refus de l'autre, d'unanimisme qui peut devenir radical et suicidaire. L'identité est ce que je suis pour que je puisse le partager, mais c'est aussi ce que je suis quand je refuse les différences. Dans l'art, c'est ce que j'expose, mais dans la peur, c'est vers quoi je me replie. L'identité peut être un partage ou un intégrisme. Elle est donc ambiguë comme richesse. L'identité est un lieu de paradoxe. Dans mon pays, certains en font un prétexte pour refuser de s'ouvrir au monde. Dans d'autres pays, en Occident, certains en font une raison pour refuser le monde dans sa diversité. Ce mot sont l'intégrisme et la singularité tout à la fois. Si on remonte vers le mythe et les histoires anciennes, on peut parler de l'altérité avec des récits connus, celui d'Abel et de Cain, son frère, de Meursault et de son arabe tué, de Vendredi et de Robinson, d'André Gide ou du jeune arabe Désiré. Il existe 1000 variantes de ce récit de rencontre. Parfois, c'est un récit heureux, d'autres fois, malheureux et insupportable de mépris et de condescendance. Le colonialisme est une histoire de l'altérité, mais l'amour l'est aussi quotidiennement. L'autre est le miroir déformé de soi-même, et on peut donc soit casser le miroir, nier le reflet, vouloir en faire un portrait retouché de son narcissisme, ou y contempler ses propres secrets. Dans son merveilleux Vendredi ou les limbes du Pacifique, l'écrivain français Michel Tournier on explore les racines les plus érotiques et les plus philosophiques. On peut aussi parler de l'altérité en évoquant l'actualité de la Méditerranée. La migration est aujourd'hui une variante tragique de la question du siècle de « que faire avec l'autre ?». Ainsi, on peut tirer sur le migrant aux frontières, bronzer pendant qu'il se noie, l'aider au détriment de son propre équilibre dans des pays déjà inquiets,
y voir une source d'abus, de culpabilité, le spectacle d'une tragédie dont on n'est pas responsable, ou le chiffre d'une menace qui va noyer le confort de chacun sous le poids du monde. L'immigration et que faire du migrant sont les questions qu'on me pose le plus souvent, avec celle de « que veut l'islamiste et pourquoi vous écrivez ?» Quand on remonte vers la mythologie biblique, il y a cette histoire fascinante de Jonas, le fameux prophète. Ce prophète, connu pour sa malchance, son naufrage et son repentir rocambolesque. Mais ce qui m'a souvent bouleversé dans son récit, c'est la raison de son refus d'obéir à son Dieu, à l'inauguration de son mythe. Pourquoi irais-je sauver une ville habitée par des gens qui me sont indifférents et différents? Qui sont étrangers à ma race et ma peau? Pourquoi la question du salut doit-elle être étendue à l'étranger à qui rien ne me lie? Jonas a fui et a fait un long détour pour revenir sur le lieu de son indifférence et de sa lâcheté. Le long de son périple entre Ninive, la ville des étrangers, et Tarsis, la ville de son exil, son Dieu s'est incarné sous la forme d'une voix injonctive, d'un tirage au sort pernicieux, d'une baleine géante, d'une tempête et d'un arbre, le ricin. À la fin, Jonas est revenu vers Ninive, qui avait déjà été sauvée par ce Dieu. En dernier épisode, ce Dieu biblique fit la démonstration d'une autre leçon qui m'intrigue encore. Le cloisonnement de conscience de l'intellectuel ou du prophète, capable de s'émouvoir pour la mort d'une plante ou pour un engagement écologique, et pas pour une ville entière qui pouvait être soumise au feu et au châtiment. Jonas pleura la mort d'un arbre, un arbre de ricin, sous lequel il trouva de l'ombre et que son Dieu a fait pousser puis mourir. Jonas, l'homme, se révéla insensible à la mort possible de milliers de personnes sous ses yeux, mais pas à celle d'un arbuste. Ce cloisonnement de la conscience, parfois de bonne foi, on en accuse aujourd'hui l'Occident. Il est dit que l'Occident est coupable par son passé de colonisateur, de voleur de terres, de richesses et de dignité. Aujourd'hui encore, on accuse l'Occident au nom de ce passé et de cette indifférence sophistiquée qui le fait pleurer pour un film, le Titanic, et pas pour des centaines de noyés en Méditerranée. Cela est vrai. L'Occident est coupable, mais moi aussi. C'est un peu l'expression la plus crue de mon indignation contre les miens. Cette capacité à accuser l'Occident de tous nos maux, mais nous absoudre de nos propres responsabilités chaque jour face à chaque échec. Dans le pays où je vis, on me reproche un langage cru. L'exercice d'un droit de lucidité qu'on a qualifié à tort de haine de soi, alors qu'il s'agit d'une exigence excessive envers ma personne et les miens. Pour moi, l'Occident n'est ni juste ni injuste. Je n'aime pas attendre la justice comme largesse d'autrui, comme un don. Mon monde, j'en suis responsable. Et cette responsabilité ne peut être masquée par le discours postcolonial qui est devenu une rente idéologique, après avoir été un plaidoyer pour la réparation et la reconnaissance. Cette exigence s'étend à tous et à chacun. Je suis un homme fatigué d'entendre que nous sommes victimes et que l'Occident est notre bourreau et qu'il est responsable de notre sort actuel. J'ai appelé, autant que j'ai pu, à endosser le poids du monde et à décloisonner nos consciences sclérosées par le militantisme dépassé. Comment être clair dans mon propos? Souvent, je suis invité à parler de la tragédie du migrant et une partie de ce qui m'interroge chez vous attend de moi soit un procès, soit une réclamation. On s'indigne, à juste titre, de ce défaut de solidarité envers la tragédie du monde. On me demande d'accuser et de juger et j'y cède. Mais je le fais dans le mouvement ample et équitable de l'inculpation de tous pour pouvoir imaginer un salut dont nous serons tous auteurs. Je me souviens de cette rencontre à l'occasion de la foire du livre à Francfort où on supposa, parce que j'allais parler des migrants, comme d'un crime commis par l'Occident. J'avais répondu en affirmant presque mon indifférence au traitement réservé aux migrants à leur arrivée. Ce qui m'importe le plus, ai-je affirmé, moi, habitant du Sud, ce ne sont pas les conditions d'accueil, mais les raisons de départ. Comment les réparer, les démentir, les récuser? Cela ne plaît pas à la longue tradition intellectuelle du postcolonial, mais c'est ainsi. Je laisse à d'autres le soin légitime de plaider pour un accueil humain. Je me réserve le droit de dénoncer des raisons de départ inhumaines. Je refuse de cloisonner ma conscience pour en faire l'instrument d'un procès de l'Occident.
sans endosser ma propre inhumanité envers les migrants dans mon propre pays. Bien sûr, il ne s'agit pas d'absoudre l'Occident pour lui plaire. Je n'y habite pas. Et je ne suis pas amateur des compromissions et des dénis. La colonisation a été un crime, mais le présent de nos échecs l'est aussi. Les élites du Sud doivent l'assumer et cesser de le nier en accusant ceux qui ne pensent pas comme eux d'être des traîtres. Ce déni des responsabilités nous a conduits, au Sud, à défendre un cloisonnement de conscience tout aussi désastreux que la complicité de crimes. Chaque jour dans mon pays, je lis et relis des articles de presse dans des journaux conservateurs ou islamistes où l'on traite les migrants subsahariens d'Africains, comme si nous, Maghrébins, nous étions des Japonais. Ces migrants, on les rend coupables de crimes, de violences, de maladies, de menaces, c'est-à-dire les mêmes délits dont un Maghrébin est accusé en Europe quand il est clandestin. Ce cloisonnement de conscience qui fait préférer le bronzage à l'aide aux noyés en Occident, nous l'exerçons, nous aussi, au Sud, face aux flux migratoires subsahariens. On peut lire dans le même journal un article s'indignant du refoulement musclé d'immigrés algériens de la France, mais on publie comme un fait divers la déportation de 500 migrants subsahariens d'une ville algérienne pour la seule raison supposée d'un crime commis par l'un d'entre eux. La conscience intellectuelle et morale du Sud ne vaut pas plus que le procès qu'elle fait de la conscience occidentale face aux tragédies du monde. Il faut le dire et le dénoncer pour mieux réparer en nous le vivant et le monde. Ce refus du salut pour l'étranger, Jonas en a été coupable, des courants idéologiques et des électeurs en Europe en sont coupables, et des intellectuels et des populations au sud en sont coupables. Pour pouvoir accuser l'Occident, il faut avoir les mains blanches et les miennes ne le sont pas. Je vous le dis, non pour absoudre, mais pour qu'on puisse corriger la culpabilité et la responsabilité. Jonas est chacun de nous parfois. L'idée du salut pour l'étranger et la nécessité de fonder une éthique de la solidarité qui va au-delà du spectacle et des différences sont importantes pour moi. On peut parler sans fin de l'identité, de la colonisation, de l'Occident ou du Sud, mais on n'en parle jamais bien que lorsqu'on vit le mal et la douleur en soi. Avant de venir ici, là, devant vous, j'ai failli annuler cette conférence. J'ai un enfant de 6 mois qui a été gravement malade. Brusquement, au-delà du périmètre de mes idées, de mes livres et de ma propre pensée, s'est posée la question de l'exil, mais cette fois par la chair la plus douloureuse. Pour sauver mon fils, j'étais et je suis prêt à partir, m'exiler, alors que j'ai toujours refusé l'idée de partir. La raison ? Évidente. Sauver mon enfant, c'est un droit. Un devoir, une exigence qui dépasse ma réflexion et plonge dans les racines du pur instinct. Cette nécessité se pose pour des milliers de personnes qui veulent sauver leur vie ou leurs enfants. Mais, de l'autre côté, je suis algérien, oranais. Le spectacle des migrants subsahariens, à quelques centaines de mètres de ma maison, m'angoisse aussi. Je ne sais à la fois faire l'équilibre entre ma peur, mon indifférence et mon humanité et ma générosité. J'ai peur pour ce confort que j'ai mis des années à construire. J'ai peur pour ma sécurité. Je suis à la fois vous et le migrant, l'occidental et le subsaharien. C'est ainsi ce monde, celui d'aujourd'hui, pour chacun. Je ne sais trancher et j'ai parfois le courage d'imaginer sans aboutir. Je comprends les raisons de ceux qui refusent d'accueillir et de ceux qui partent et traversent le désert et la mer pour atteindre la terre du salut. Il y a un mythe fascinant chez les Grecs. Héraclès s'est confronté longtemps à Anté, le monstre. À chaque fois qu'il le terrassait, le monstre touchait le sol et ressuscitait. Il revenait à la vie à chaque fois qu'il touchait à la terre sa mère. Héraclès le vainquit quand il comprit qu'il fallait le soulever sur son propre dos et l'étouffer. C'est-à-dire qu'il nous faut assumer le mal, les radicalismes et les porter sur notre dos pour pouvoir les étouffer. Les radicalismes ont ceci de propre qu'ils reviennent à la vie quand on les jette à terre au lieu de les assumer, d'écouter pour les démanteler leur discours et de leur enlever le don de mieux parler de nos peurs que nous-mêmes. On ne peut vaincre Anté par le déni, mais par la responsabilité. Dans un article sur les événements de Cologne, il y a 2 ans, j'avais conclu à la nécessité d'aider, mais aussi au devoir du réfugié de préserver et de défendre cette liberté et cette sécurité qu'il est venu partager au nord du monde. On ne peut pas marcher des milliers de kilomètres pour être libre et refuser cette liberté pour son épouse
qui a marché derrière vous. Je pensais et je pense qu'on ne peut rêver la liberté et la détruire, qu'on doit la construire par ses différences mais aussi par ses consentements, sacrifier et donner, accepter mais aussi préserver, racine et récolte. Partir pour bénéficier des soins pour mon fils est un impératif, mais dénoncer ce qui se passe dans nos hôpitaux en Algérie, les saletés, les démissions morales, les découragements, les échecs retentissants sont un devoir éthique. Je me suis posé, pour l'une des rares fois de ma vie, la question de mon exil, pour sauver ma généalogie, la vie qui va au-delà de ma vie. Depuis cette semaine de douleur, je regarde différemment chaque enfant subsaharien porté par sa mère au feu rouge des carrefours d'Oran. Dans chaque vie, je vois mon devoir, ma responsabilité, ma lâcheté et mon droit de vivre. Ce déni de l'autre, je le vois dans 1000 anecdotes dans mon pays avant de le voir ailleurs. C'est la faiblesse de ma proximité, la limite de mon regard. Attendant le feu, que le feu passe au vert dans la banlieue oranaise, j'ai remarqué une affiche collée sur les poteaux. Profite de ces quelques minutes pour demander pardon à Allah. Elle avait été collée un peu partout par de zélés religieux. Cela m'avait offusqué au plus haut point. Voilà que sous le même feu rouge où attend une femme subsaharienne avec un bébé, cette conscience religieuse cloisonnée par le déni trouve le moyen de m'interpeller sur ma culpabilité supposée envers un Dieu et pas envers un être humain. Je veux parler, le reste de mes années de vie, de ce déni. Je suis, là aussi, Jonas. Un Dieu est-il ma propriété non extensible à l'humanité de l'autre ? La ville de Ninive que Jonas a refusé de sauver est-elle l'autre qui est là, en face de nous, que nous allons fuir, nier, nous en éloigner avant d'y revenir ? Je rêve d'une éthique de la responsabilité qui ne soit pas conditionnée par le post-colonial, la jérémiade, le refus de lucidité, le confort, l'Orient ou l'Occident, une religion ou son contraire. Il est si difficile de défendre cette position qui veut comprendre la peur de l'un et admettre le droit de vivre de l'autre. Je rêve d'une sorte de Jonas qui ne perd pas son temps à fuir, à se noyer, à revenir sur la terre, à pleurer pour un arbre. Je voudrais que l'on ne paye pas ce temps mort et qui tue. Je plaide pour la responsabilité. Dans l'île déserte de son naufrage, Robinson rencontre fatalement vendredi. Il a 1000 choix et chaque choix a 1000 raisons. C'est infini comme la liberté. À la fin, je veux conclure par le droit de se battre pour avoir des hôpitaux dignes et humains dans mon pays et sur le devoir de chacun de sauver la vie de ses enfants. C'est la loi fondamentale de notre histoire. Voyager, espérer, dépasser et se battre, mourir et faire vivre. Ma vision est celle d'un Sud responsable et d'un Nord qui assume. Le migrant n'arrive pas sans sa culture et cette culture, il peut décider d'en faire un partage et pas une réclusion ou un repli sur soi. Le pays qui l'accueille fera de sa culture une valeur humaine et pas un prétexte de repli sur les siens. La terre est ronde et non plate, malgré ce que disent les complotistes. C'est-à-dire que lorsqu'on en fait le tour, on revient à soi, par n'importe quel chemin. Le piège est parfois l'usage que l'on peut faire de la culpabilité coloniale pour obtenir la concession sur la valeur humaine et de modernité. Et l'autre piège, c'est lorsque le confessionnel prend en otage le communautaire et s'en fait le seul avocat, le seul signe distinctif, la seule cause médiatique et culturelle. On y arrive à ces étranges situations où l'on va défendre le radicalisme au nom de la culpabilité ou de la charité et de la solidarité avec les victimes de l'histoire coloniale. Et on piège sa bonne foi, car dès qu'on s'attaque à un radicalisme pour en délivrer une communauté prise en otage, on se retrouve accusé d'attaque contre cette communauté. Une religion n'étant la propriété exclusive d'aucune communauté ni d'aucune personne en particulier, je pense, chez moi comme chez vous, qu'il faut qu'elle soit ouverte à la réflexion et la critique universelle et ne doit pas servir à s'exclure, à stigmatiser, ni à s'auto-exclure et se déresponsabiliser. Soit l'islam est une religion universelle, et là il faut accepter qu'elle soit investie par l'humain et ses doutes et sa pensée, soit il ne l'est pas, et là il faut le circonscrire à l'intime et non en faire un prétexte pour s'auto-exclure ou crier qu'on est victime partout dans le monde et que le monde nous refuse. L'orientalisme est un peu mort, presque mort depuis un demi-siècle. On y a vu l'apogée des malentendus alors qu'il était la possibilité paisible, désordonnée ou limitée de se comprendre. Aujourd'hui, il n'en reste rien.
Le discours sur soi est revendiqué par la différence radicale et raciale, et le discours sur l'autre est de l'ordre de la phobie, pas de la curiosité. On se récuse. Là aussi, j'ai une sorte de rêve de métier, celui de me faire occidentaliste, de penser l'Occident, décortiquer mes fantasmes sur cette géographie, mes contradictions, mes désordres, raconter mes voyages aux miens et confronter mes différences. L'Occident est l'espace imaginaire des ambiguïtés au sud. On rêve d'y aller, mais aussi de le détruire, d'y vivre et de le faire mourir, de le convertir, mais d'y jouir de la possibilité de la liberté. L'Occident est un sexe, un corps, une liberté, une histoire, mais aussi une mémoire de violence, un lieu de nos contradictions, une limite et un lieu de déni. Le migrant rêve de venir y vivre, mais il y vit de maintenir sa différence. L'islamiste, soumis à la répression des régimes, vient s'y réfugier, et pourtant, c'est cet Occident qui est l'objet de son déni, refus et rejet. Le régime cède de la mémoire coloniale pour travailler la légitimité face à des populations désenchantées, le populisme du post-colonial, et pourtant, c'est vers l'Occident qu'il envoie ses enfants, achète des biens et se replie en cas de chaos et de révolution. L'Occident est à la fois l'image de la croisade qui dure, de la colonisation que l'on veut entretenir comme mémoire, lieu de salut et de perte, lieu du corps et de la licence, géographie qui est une histoire que l'on contourne pour jouir de la géographie. C'est un périmètre en soi, au sud. L'Occident sert à tout et sert surtout à ne pas être responsable de son monde. L'intellectuel traître. Espace des contradictions, il piège du coup l'intellectuel libre du sud. Nous voilà accusés, du Maroc à Oman, de tous les maux, parce que nous défendons des valeurs humaines comme la liberté, l'orgasme, le corps, la démocratie ou la légalité, qui ne sont pas des étendards de l'occidentalité, mais des valeurs salutaires pour tous. Parce que ces valeurs sont aussi occidentales, celui qui en fait la cause de sa vie se retrouve frappé d'exclusion. L'occidentalisé, donc traître, exclu. Les conservateurs comme les religieux se sont octroyés ce rôle de dépositaire de la valeur de l'authenticité, de la tradition et du patriotisme en nous repoussant vers les marges et la mort. L'intellectuel du Sud est confronté, par ailleurs, au dilemme de Jonas. Rester et se sacrifier pour le salut des siens, la possibilité de salut même dans deux ou trois générations, ou partir, sauver sa vie, son corps, ses enfants. S'engager au profit d'une population qui peut être indifférente à votre argument, vos livres et vos articles, ou partir vers Tarsis. Jonas est parti, puis il est revenu. La leçon. L'une des leçons de sa fable est l'extension du domaine de la responsabilité intellectuelle au périmètre de l'autre, inconnu et étranger. C'est une réponse longue à la question de « que faire pour l'autre ?» Lorsque l'Occident nous aide, il nous condamne. Mais lorsqu'il reste indifférent à nos engagements, il se condamne lui-même à la solitude et à la défaite. C'est un chemin de crête entre la solidarité et le plaidoyer pour les différences, un lien qui se méfie de l'entrave. Le meilleur sentier pour cette solidarité reste pour moi la culture. Ce vaste champ du sens, de l'œuvre et de l'effort et de prétention à l'éternité. La culture est ce à quoi s'attaquent en premier les fascismes et les radicalismes, les folies cycliques. Car la culture affirme l'essentiel, la différence, relativise les croyances, rappelle la valeur de l'individu au-delà de l'utopie de la cité, offre le voyage et la rencontre à celui qui n'en a pas les moyens, ouvre l'autre à l'intime en soi et réduit la distance au bénéfice de la curiosité. C'est donc la circulation de la culture qu'il faut aider, dans les deux sens, dans tous les sens possibles. J'aime plaider pour les traductions, le voyage des livres, des œuvres, l'échange des langues et des récits. J'y vois une possibilité de sauver le monde par la traduction. La littérature peut-elle sauver le monde? Un livre peut-il faire vivre? Je réponds souvent par oui. Puisqu'on peut tuer au nom d'un livre, j'aime imaginer que l'on peut sauver par d'autres livres. J'ai un rapport de foi vis-à-vis de la littérature. Lire m'a offert le monde, cette intimité universelle avec les époques et les géographies, alors que je vivais dans un village sans lien avec le reste du monde. Lire m'a fait voyager, partager mille vies et m'a mené à penser mes différences non comme des vérités, mais comme des négociations heureuses et confiantes. La littérature aide. Le roman n'a pas de passeport. Et quand on lit force, il retombe vers la propagande. Écrire, c'est un exercice fabuleux de don de soi et d'affirmation de sa singularité.
C'est le lieu de la parfaite identité heureuse et généreuse. Il me reste peu de croyances avec l'âge et j'entretiens celle-ci avec ferveur. J'aime imaginer ce qu'aurait pu être la Robinsonade si Robinson avait rencontré un vendredi qui portait un livre sur l'aisselle. Ou plusieurs livres d'ailleurs, des récits et des mythes. Le naufrage n'aurait pas fini dans le souci de la conversion et le fantasme ridicule de la suprématie, mais dans celui de la compréhension. Suis-je naïf d'y croire ? De toutes les possibilités, j'imagine surtout celle-ci. Que serait-il passé si Jonas avait lu des livres écrits par des auteurs de Ninive, cette ville absolument étrangère ? L'aurait-il abandonné à son sort ? Et qu'aurait été Jonas s'il avait écrit des livres lui-même pour les habitants de Ninive ? Aurait-il été quitté absous ? Les uns et les autres n'auraient-ils pas cherché à se rencontrer et à s'aider ? Je ne sais pas. Mais la littérature est le seul dialogue presque universel qui nous soit possible et qui a ce privilège unique de pouvoir assurer la conversation avec les étrangers, les lointains, les morts, ceux qui ne sont pas encore nés et ceux qui ne s'aiment pas. Lire, c'est apaiser et pas seulement voyager. La littérature aide à convertir l'identité en solidarité et ouvre l'humain à son inquiétante condition. Nous y sommes égaux et communs, singuliers et distincts, occupant tour à tour le centre du monde, son nombril mouvant. C'est ce dialogue par les livres et l'œuvre que l'on doit poursuivre. La littérature peut guérir du repli sur soi, sur les siens, et offre le monde comme un spectacle pour tous. Elle m'a aidé à survivre, et j'aime, parfois, partager ce conte de survie, le défendre et plaider un peu pour la possibilité d'écrire et de lire. C'est une possibilité chez vous, mais ailleurs, elle en devient précaire et fragile. On connaît tous cette question fréquente. Quel livre emporteriez-vous sur une île déserte ? Chacun a sa liste. Mais si la question est toujours fascinante, ce n'est pas à cause du choix qu'elle impose, mais à cause de la métaphore qui s'y glisse. Cette question démontre que la seule possibilité de guérir une île de son désert et de son enfermement, le seul contrepoids possible à la prison, c'est justement les livres. Plus on emporte de livres dans une île déserte, moins elle le sera. Merci. Merci. Bonjour. Merci vraiment. Merci beaucoup. Bonjour. Ik spreek in het Nederlands. Er wordt vertaald door Madeleine. En dan wordt geantwoord in het Frans en dan weer vertaald in het Nederlands, zodat we elkaar kunnen blijven verstaan. We hebben een aantal gespreksonderwerpen en we hebben daartussendoor wat fragmenten. Maar eerst even kort over de speech. Hoe is het met uw zoon? Merci pour la question et bonsoir et merci d'être là. Il va un peu mieux. Donc, on attend. Gelukkig. Merci. Des te belangrijker en bijzonderer dat u hier bent. Hartelijk dank. Allereerst, dank voor deze vraag. Goedenavond allemaal en heel erg hartelijk dank dat u hier bent. Ik kan zeggen dat het iets beter met hem gaat en dat we nu verder afwachten. Misschien eerst even over uw... voordat we aan de speech beginnen, eigenlijk eerst even over een paar dingen graag over uw debuut. Het boek is ongelooflijk goed ontvangen wereldwijd. Zowel in uw land als in Amerika, Europa. En wat ik me nou zo afvraag, zijn daar grote verschillen in de ontvangst? Zeg maar, is het anders ontvangen of anders gezien, anders besproken in Algerije dan... bijvoorbeeld bij ons of in Frankrijk? Une très bonne question. Effectivement, il n'y a pas de lecteur totalement innocent. On emporte toujours sa culture et ses différences pour lire les livres. Een hele goede vraag. Inderdaad bestaat er niet zoiets als een volledig onschuldige lezer. Iedere lezer brengt zijn eigen cultuur met zich mee en zijn eigen verschillen. On lit mieux
et avec beaucoup de plaisir quand on n'est pas engagé par l'histoire et par un conflit historique. En je leest beter en ook met meer plezier als je niet belast bent met een historisch conflict of met het verleden. C'est-à-dire qu'un Hollandais lit différemment l'histoire des misères d'un Japonais que celle d'un Indonésien. Et un Français ne peut pas lire ce roman comme le lirait un Américain peut-être ou un Érythréen. En dat betekent dat een Nederlander bijvoorbeeld de lotgevallen van een Japanner heel anders zal lezen dan de lotgevallen van een Indonesiër. En op dezelfde manier geldt ook dat een Fransman mijn boek anders zal lezen dan iemand uit Amerika of iemand uit Eritrea. Et l'Algérie et la France étant encore piégés par une histoire, ils n'arrivent pas à lire innocemment ni Albert Camus ni ce roman-là. En aangezien zowel Algerije als Frankrijk nog gevangen zitten in de geschiedenis, kunnen zij niet op een onschuldige manier dit boek lezen. En net zo min kunnen zij op een onschuldige manier, onbevangen manier, Camus lezen. Ce roman est divisé grosso modo en deux parties. Une partie où l'auteur est en colère contre celui qui a tué son frère. Une partie où il est en colère contre lui-même et contre son pays. Eigenlijk bestaat mijn boek uit twee delen. Een eerste deel waarin de auteur boos is op degene die zijn broer heeft vermoord. En een tweede deel waarin de auteur boos is op zichzelf en op zijn land. Et donc j'ai remarqué que parfois des Algériens me disent que la première partie est magnifique, mais la deuxième est moyenne. En ik heb wel eens opgemerkt dat Algerijn dan zegt: het eerste deel is geweldig, maar het tweede deel is middelmatig. Et un pied noir m'a dit un jour lors d'une émission radio. La première partie est moyenne, mais la seconde est magnifique. En het precies tegenovergestelde is een keer gezegd door een pionnier die zei: het eerste deel vind ik middelmatig, maar het tweede deel magnifiek. Il n'y a pas de lecteur innocent. Zoals gezegd is er niet zoiets als een onschuldige, onbevangen lezer. Ja, dat begrijp ik. Maar u bent in uw Er wordt vaak van het boek gezegd dat het een radicale aanval is op Camus. En op het gebrek aan interesse van de hoofdpersoon, Marceau, in L'étranger voor de man die hij ombrengt. En dat het dus een radicale aanval is op misschien existentialisme of kolonialisme of op Camus zelf of op het boek. Aan de andere kant, ik heb het gelezen met zeer veel plezier. Ik heb sterk de indruk dat het een ode aan Camus is. Dat het één grote bewondering voor Camus is. Waar staat u? J'aime répondre en précisant que c'est une admiration insolente. Ik zou graag willen antwoorden met te zeggen dat het betreft een brutale vorm van bewondering. Brutale bewondering. Je pense que le mieux qu'on puisse rendre comme hommage à un roman et à un romancier qu'on admire et un philosophe qu'on admire, c'est de continuer à interroger le monde comme lui. J'ai une admiration sans borne pour Camus, mais je n'aime pas les monuments. Donc, je préfère continuer. Ik denk dat de beste ode en het mooiste eerbetoon dat je kunt brengen aan een filosoof en aan een roman is om door te gaan met vragen te stellen over de wereld waarin we leven. Ik heb een eindeloze bewondering voor Camus, maar ik hou niet van monumenten, dus ik wil verder gaan met vragen. Il y a aussi un malentendu de base qui me dérange un peu. Pourquoi Camus, L'étranger d'Albert Camus, est lu comme un roman de la condition humaine et mon roman est lu comme une réponse postcoloniale? Je ne vois pas de raison. Dat begrijpt u niet? En dan is er nog een storend misverstand in mijn ogen. Is waarom wordt De Vreemdeling van Camus gelezen als een roman over de condition humaine? En waarom wordt mijn roman dan gelezen als een postkoloniaal antwoord daarop? J'ai le droit et la possibilité de raconter moi aussi la condition humaine et pas la condition coloniale ou postcoloniale. Je ne me sens pas colonisé ni un sujet de la perspective postcoloniale. Je me sens le centre du monde, moi aussi.
Ik heb het recht en ik heb de mogelijkheid om mijn visie op de mensheid, dus ook te spreken over la condition humaine. Daar heb ik het recht en de mogelijkheid voor om die te bespreken. Ik voel me niet gekoloniseerd. Ik voel me niet ook als onderwerp van het postkolonialisme. Ik voel me het centrum van deze wereld. On me pose aussi souvent cette question, qu'est-ce que vous avez ressenti quand vous avez lu pour la première fois l'étranger? Et je réponds que je suis désolé, mais je n'ai pas été en colère. En vaak krijg ik ook de vraag, wat was jouw gevoel toen je voor het eerst de vreemdeling van Camus las? En het spijt me zeer, maar ik was niet boos. J'ai plus aimé la chute que l'étranger, par exemple. Bovendien was ik meer te spreken over de val van Camus, la chute, dan l'étranger. Quand on lit en suspens sa nationalité, on n'a pas de passeport. On lit justement parce qu'on suspend ses appartenances. Si je lis avec colère, si je lis avec l'histoire coloniale, ce n'est plus de la lecture, c'est un procès. Alors que moi, je lis pour le plaisir, pour m'évader, pour voyager, pour creuser ma présence au monde. Als je leest, dan laat je nationaliteit achterwege. Als je leest, heb je geen paspoort. En als je boos gaat lezen, dan lees je niet met plezier, maar dan komt het neer op een soort van proces. Voor mij is lezen, reizen en het uitdiepen, het meer kennis krijgen van deze wereld. J'accepte qu'on dise que ce roman est un roman postcolonial si on accepte de dire que l'étranger est un roman de pied noir, ce qui n'est pas le cas ni l'un ni pour l'autre. Ik zou accepteren dat men zegt van mijn roman, het is een postkolonialistische roman, op voorwaarde dat men dan zegt dat L'étranger, de vreemdeling, een roman is geschreven door een pied noir. Geen van beide is waar. L'étranger est une œuvre magnifique qui raconte la perte du désir du monde. Et c'est pour ça qu'il est lu depuis un siècle et qu'il est considéré comme un des meilleurs romans du XXe siècle. Parce qu'il nous concerne tous à un moment ou à un autre de notre vie. On a tous été morceaux. Et quelque part, on a tous tué quelqu'un à cause d'un prétexte futile. L'étranger, de vreemdeling, is een magnifieke roman. Die gaat over het verlies van het verlangen naar de wereld. En het is niet voor niets dat het een van de beste romans van de 20e eeuw wordt genoemd. Iedereen is ergens ooit wel een keer een morceau geweest, de hoofdpersoon. Iedereen heeft in wezen ergens ooit wel iemand gedood om een werkelijk futiele reden. Mm-hmm. U heeft... En dat beschrijft u ook in uw roman overigens, hè, met de hoofdpersoon. Maar u wordt wel verweten dat u niet bij de... En dat, u heeft wel kritiek, zeg maar, op het hele concept van postkoloniaal. Dus u zegt, ik accepteer mijn roman als postkoloniale roman als Camus ook als pied noir roman wordt gezien. Maar u vindt het volgens mij beter. U heeft kritiek op het hele concept van postkoloniale roman. U vindt dat een excuus eigenlijk, dat woord. Absoluut. Pour moi, il s'agissait aussi d'écrire un livre, mais qui par la suite s'est révélé être une volonté de sortir de la mémoire et du post-colonial. Je n'ai pas fait la guerre et ce n'est pas ma faute. Je suis un enfant des libertés, des indépendances. Ce que je veux défendre, c'est ma condition humaine, pas ma condition historique. Je suis fatigué d'entendre le post-colonial comme une excuse ou comme une rente universitaire ou comme une rente éditoriale. Antwoord op uw vraag, absoluut. Dit boek heb ik geschreven en daarmee wilde ik uit dat postkoloniale geheugen komen. Ik ben niet een kind van de oorlog. Ik heb geen oorlog gevoerd. Ik ben een kind van de onafhankelijkheid. Ik ben een kind van de vrijheid. En ik ben er moe van, en het komt me de neus uit, dat men altijd het postkolonialisme gebruikt als een vorm van excuus. En Algérie, c'est un discours qui est très pesant. Il nous empêche de vivre. Mais si on le dit, on vous accuse de vouloir être un client de l'Occident pour avoir un passeport ou avoir de l'argent.
Je dis non, ce n'est pas vrai. Je ne veux pas être vous, je veux être mieux que vous. En in Algerije staat dit discours echt de vooruitgang en het leven in de weg. En als ik dat zeg, dan wordt me wel verweten dat ik een cliënt van het Westen ben. Of degene die dat zeggen wordt verweten dat ze een paspoort willen. Of zoiets dergelijks. Maar dat is helemaal niet het geval. Ik wil niet worden zoals jullie. Ik wil beter worden dan jullie. Généralement, on n'écrit pas de bons romans avec des idées. On les écrit avec des émotions. Et dans ce cas-là, je ne suis pas parti d'une idée, mais d'un agacement. Juste d'une sorte d'allergie, d'une petite colère contre un discours ambiant. Je pense qu'on ne peut pas écrire des romans avec des thèses. Ça ne donne pas de bons romans, les communistes le savent. Ideeën leiden zelden tot een goede roman. De basis van een goede roman, dat zijn emoties. En voor mij het uitgangspunt bij deze roman was een soort van irritatie, een soort van allergie, een milde boosheid tegenover het overheersende discours. En zoals ik al zei, grote ideeën maken geen goede romans. Dat kun je al zien als je naar de communisten kijkt. Et pour finir, quand je veux dire qu'il faut sortir du postcolonial, et quand on me dit que certaines parties en Occident peuvent récupérer vos paroles pour se blanchir, c'est vrai, mais c'est le problème de l'Occident de chercher des recettes. Ce n'est pas mon problème à moi. Donc, je ne me sens pas coupable de compromission. En tot slot zou ik nog willen zeggen, ik wil uit dat postkolonialisme treden, daaruit komen. En er wordt wel gezegd dat in het Westen mijn woorden soms misbruikt worden. En ik zou kunnen zeggen, dat is niet mijn probleem. Ik voel me niet schuldig aan welke vorm van compromis dan ook. We gaan bijna naar een volgend fragment, maar misschien als laatste vraag nu. U zegt dat u uit een irritatie over het heersende discours bijvoorbeeld schrijft. Of uit een. U bent bereid om allerlei dingen te zeggen die zelfs soms uw leven in gevaar brengen. Bent u een moedig mens? Non. Je pense que je suis quelqu'un qui se défend et qui est soucieux de sa dignité. C'est tout. Comment vous dire? C'est que. Quand j'écris, je ne pense pas à la peur, mais c'est après que ça vient. Donc j'écris souvent. Je ne pense pas que... Je vais revenir à une réponse parce que j'aime... Ah, allez-y, est-ce que ça va? Antwoord op de vraag. Nee, ik denk dat ik iemand ben die me mannetje staat, die zichzelf weet te verdedigen. Ik bekommer me om mijn eigen waardigheid. Maar als ik schrijf, dan denk ik niet aan de angst. Die angst komt soms pas later, dus ik schrijf door. J'ai une expression quand on me pose cette question et je la dis, parfois j'y crois, parfois je pense que je suis naïf, parfois je crois que c'est quand même utile. Je veux dire, c'est quoi l'expression? En dan heb ik vaak, als men deze vraag aan mij stelt, een uitdrukking of een opmerking. En soms geloof ik daar echt in, soms denk ik, misschien ben ik naïef, dus ik kom er zo nu bij wat ik dan antwoord. Et en Algérie, je dis souvent que celui qui ne peut pas mourir à ma place ne peut pas vivre à ma place. Wat ik dus vaak antwoord in Algerije is dat degene die niet namens mij kan sterven, kan ook niet namens mij leven. En plus clair, je suis allergique à tout ce qui veut me dominer, comme penser et qui veut réfléchir à ma place. Je suis quelqu'un qui est soucieux de son individu. En wat ik daarmee wil zeggen is dat ik allergisch ben voor alles en iedereen die probeert mij te overheersen of te domineren. Ik wil zelf gaan over wat ik denk en wat ik zeg. Et puis, il faut mériter de vivre. En je moet het ook verdienen om te leven. Dat is een harde uitspraak misschien, maar misschien is het ook wel gewoon heel erg waar. Ik wil even naar een fragment van de twee acteurs die we al eerder zagen. We gaan kijken naar een fragment uit een roman van J.M. Coetzee, Zuid-Afrikaanse schrijver, uit zijn roman Fou.
1986. In Nederlands heet hij overigens Mr. Fu en Mrs. Barton. Het is een herschrijving van het bekende verhaal van Robinson Crusoe en zijn vrijdag. Op een avond, toen ik ons maal bereidde en mijn handen vol had, draaide ik me om naar Vrijdag en zei: breng nog eens wat hout, Vrijdag. Vrijdag hoorde me niet, daar had ik een eet op durven doen. Nee, sorry. Vrijdag hoorde me wel, daar had ik een eet op durven doen, maar hij verroerde zich niet. Daarom zei ik nogmaals: hout. En ik wees naar het vuur. Hierop kwam hij overeind, maar hij deed verder niets. Toen sprak Crusoe: brandhout, Vrijdag. En Vrijdag liep naar de stapel om hout te halen. Aanvankelijk dacht ik dat Vrijdag net een hond was die maar naar één meester luisterde, maar dat was niet het geval. Het woord dat ik hem geleerd heb is brandhout. Hout kent hij niet. Het bevreemde me dat Vrijdag niet begreep dat brandhout een soort hout was, net zoals dennenhout een soort hout is of populierenhout, maar ik begon er niet over. Pas toen we gegeten hadden en naar de sterren zaten te kijken, zoals onze gewoonte geworden was, sprak ik opnieuw. Hoeveel Engelse woorden kent Vrijdag? Nou ja, zoveel als hij nodig heeft. We zijn hier niet in Engeland. We hebben geen grote woordenschat nodig. Nou, je doet alsof taal een van de vloeken des levens is, zoals geld of pokken. Maar zou het uw eenzaamheid niet hebben verlicht als Vrijdag het Engels machtig was geweest? Dan zouden u en hij al de jaren de genoegens van de conversatie hebben mogen smaken. U had hem enkele zegeningen van de beschaving kunnen bijbrengen en een beter mens van hem kunnen maken. Wat is het nut van een leven in stilzwijgen? Crusoe gaf hierop geen antwoord, maar wenkte Vrijdag om naderbij te komen. Zing, Vrijdag. Zing voor vrouwen Barton. Hierop verhief Vrijdag zijn gezicht naar de sterren, sloot zijn ogen en gehoorzaamde zijn meester door op zachte toon te gaan neurien. Ik luisterde, maar ik kon er geen melodie in bespeuren. Crusoe tikte op mijn knie. De stem van de mens. Wat hij daarmee bedoelde, ontging me, maar hij bracht een vinger naar zijn lippen om me het zwijgen op te leggen. In het donker luisterden we naar het neurien van Vrijdag. Ten slotte pauzeerde Vrijdag. Is Vrijdag een zwakzinnige en niet in staat om te spreken, wilt u me dat soms vertellen? Want ik herhaal dat ik Vrijdag in alle opzichten een dooie diender vond. Crusoe wenkte Vrijdag naderbij. Doe je mond eens open. Hij opende zijn eigen mond en Vrijdag deed zijn mond open. Kijk. Ik keek, maar ik kon in het donker niets anders onderscheiden dan de glinstering van de ivoorwitte tanden. La la la. En gebaarde dat Vrijdag hem moest herhalen. Ha, 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 zei Vrijdag vanuit het achterste van zijn keel. Hij heeft geen tong. Hij greep Vrijdags gezicht bij de haren en hij hield diens gezicht vlak voor het mijne. Ja, zie je het nu? Het is te donker. La, la, la. Ha, 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 zei Vrijdag. Ik deinsde achteruit en Crusoe liet Vrijdags haar los. Hij heeft geen tong. Daarom spreekt hij niet. Ze hebben zijn tong uitgesneden. Verbaasd staarde ik hem uit. Wie heeft zijn tong uitgesneden? De slavenhandelaars. Hebben slavenhandelaars zijn tong uitgesneden en hem als slaaf verkocht? De slavenhandelaars van Afrika? Maar hij was ongetwijfeld nog maar een kind toen ze hem meenamen. Waarom zouden ze een kind de tong uitsnijden? Crusoe staarde me aan. Op zijn beurt staarde me strak aan en hoewel ik op dit moment geen eet op durf te doen, geloof ik dat hij glimlachte. Misschien beschouwen de slavenhandelaars die Moren zijn de tong als een lekkernij. Of misschien kregen ze genoeg van het luisteren naar Vrijdags jammerklachten die dag en nacht aanhielden. Misschien wilden ze voorkomen dat hij ooit zijn verhaal zou vertellen. Wie hij was, bij zijn thuislag, hoe het kwam dat hij gevangen was genomen. Misschien sneden ze elke kannibaal die ze gevangen namen de tong wel uit, bij wijze van straf. Hoe zullen wij ooit de waarheid kennen? Coetzee doet in zekere zin hetzelfde wat u ook gedaan heeft. Hè? Dus een hervertelling of een antwoord, het gebruik maken van eerdere literaire vormen om daar een antwoord
op te formuleren of verder te denken, zoals u zegt. Ik hou niet van monumenten, maar ik denk verder. Dat doet Coetzee ook hier. Hij heeft het hier onder andere in dit fragment natuurlijk over Vrijdag, die u ook noemt in uw speech. Hè, de prachtige roman van Michel Tournier, Vrijdag over het andere eiland. Prachtige roman, inderdaad. Dat discours over het ontnemen van een stem aan iemand, hè, bijvoorbeeld de Arabier in dit tranché, of Vrijdag wiens tong letterlijk is uitgesneden. Het ontnemen van een en het teruggeven van het woord daaraan, is dat een motief voor u om te schrijven? Is dat belangrijk voor een schrijver? Absolument. Absolument. Le premier pas pour tuer quelqu'un, c'est de lui enlever son nom. On le voit dans les guerres. L'ennemi, on l'appelle les Boches, les Nippons. Parce que quand on enlève le nom, on enlève l'âme, une partie de l'âme, et on tue plus facilement. Absoluut, want de eerste stap om iemand te doden is te beginnen met hem zijn naam af te nemen. Dat zie je in de oorlog. Dan spreek je, als je het over de tegenstander hebt voor de Nederlanders, heb je het over de moffen. En dat maakt ze al een beetje minder mens. Daarmee neem je ook een stuk van hun ziel af. Quand on prend le cas de Robinson avec Vendredi, il y a une grande différence. Robinson savait lire et écrire, Vendredi ne savait pas lire et écrire. En als je het voorbeeld van Robinson en Vrijdag neemt, bestaat er tussen die twee een enorm verschil. Robinson kon lezen en schrijven, Vrijdag kon niet lezen en schrijven. Si on inverse, si Vendredi savait lire et écrire, Robinson ne le savait pas. Est-ce qu'on aurait eu un roman ou une prise d'otage ou autre chose? L'histoire aurait eu un autre sens. Stel dat je het helemaal omgekeerd zou hebben. Dat Vrijdag kon lezen en schrijven en Robinson niet. Wat zou er dan ontstaan zijn? Een roman of een gijzeling of iets totaal anders? Et donc avoir un nom et avoir la possibilité une langue, c'est une manière d'être propriétaire du monde et d'être en position de possession et de suprématie. Het hebben van een naam en het bezitten van een taal en een tong, dat is een manier om eigenaar te kunnen zijn van de wereld, om iets te kunnen bezitten, om een positie te bekleden van suprematie. La langue, ce n'est pas uniquement un moyen de communication. C'est aussi un inventaire du monde. Plus on donne des noms aux choses, plus on est conscient. Notre conscience s'élargit. La langue, c'est l'instrument de notre prise de conscience du monde. Taal is niet alleen een communicatiemiddel. Taal is ook als het ware een inventaris van de wereld. Hoe meer dingen je kunt benoemen, hoe meer kennis je krijgt van die wereld. Dus met die taal breid je je kennis van de wereld uit en je bewustwording van die wereld. Donc c'est important du point de vue littéraire, du point de vue historique, du point de vue mystique et du point de vue philosophique de posséder une langue qui soit riche et qu'on enrichit. En het is dus op heel veel vlakken van belang dat je een taal bezit, daarover beschikt en dat je die taal verrijkt. Dat is van belang op literair gebied, op historisch gebied, op mystiek gebied en op filosofisch gebied. Doet dat dan toe? U geeft in uw roman een stem aan de Arabier, aan Moussa, die ongenoemd blijft. Aan de andere kant, ook de hoofdpersoon hier vermoordt iemand die geen naam heeft, die waarschijnlijk expres geen naam heeft gegeven. Een Fransman, een Pied-Noir. Doet het ertoe wie die stem geeft aan de Arabier? Doet het ertoe dat een Algerijn is? Of had dat ook een Franse schrijver kunnen zijn? Of een Zuid-Afrikaanse schrijver? Je me suis toujours posé la question, est-ce qu'un roman a le même sens si ce roman avait été écrit par un Japonais ou un Algérien? Je pense que non. Je pense que dans ce genre de situation, on est à la fois l'écrivain et aussi l'acteur de son propre livre, parce qu'on l'a écrit. Ik heb me altijd al afgevraagd of de betekenis van het boek dezelfde zou zijn als het geschreven zou zijn door een Japanner of door een Algerijn. En het antwoord daarop is nee.
Die betekenis zou niet hetzelfde geweest zijn. Ik ben niet alleen de schrijver van het boek, maar ik ben als het ware ook een speler bij in het boek, omdat het mijn eigen boek is. Les théoriciens disent que la langue, elle est définie, chaque mot est défini doublement. Il est défini par le dictionnaire, mais il est défini par la vie de chacun. En theoretici zeggen wel dat elk woord op twee manieren wordt gedefinieerd. Eén definitie uit het woordenboek en één definitie wordt eraan gegeven door je eigen leven. Het eigen leven dat iedereen heeft. Si dans le dictionnaire on dit que la pomme est un fruit, mais si votre père vous a frappé parce que vous avez volé une pomme quand vous étiez enfant, le mot pomme n'a pas le même sens. Il a deux sens. En in het woordenboek kan dan wel staan, appel is een vrucht. Maar als je als kind een keer enorm in elkaar geslagen bent door je vader omdat je een appel had gestolen, dan heeft die appel en dat woord niet dezelfde betekenis. Je pense qu'il en va aussi des romans. Lorsqu'on écrit sur le racisme aux États-Unis quand on est noir, n'est pas la même chose lorsqu'on écrit sur le racisme à partir d'une autre géographie. Il y a une question peut-être de lieu d'énonciation, de lieu de... ou une question de légitimité de prise de parole, ou peut-être à cause de l'histoire, je ne sais pas. En hetzelfde geldt denk ik ook voor het schrijven van een roman. Als je bijvoorbeeld een roman schrijft over racisme, maakt het uit of je dan iemand bent die uit Amerika komt, van de black community, of dat je uit een ander gebied bent en een roman over racisme schrijft. En dan gaat het erom wie een probleem aan de kaak stelt, en ook om de legitimiteit om het woord te nemen, om die problemen aan de kaak te stellen. C'est tout le paradoxe des romans. Ils sont marqués par le lieu de naissance, mais justement tout leur mouvement, c'est d'aller vers autrui. Et de ne pas raconter uniquement leur lieu de naissance, c'est de raconter tout l'humain. En dat is nou het paradoxale aan iedere roman. Er wordt geschreven aan de hand van een bepaalde plek en op een bepaalde plek. Maar het doel van een roman is ook juist om te spreken en de gehele mensheid toe te spreken. Dus om dat lokale te ontstijgen. Ja, dat is... in dat verband, u spreekt over... u zegt dat u eigenlijk voorbij het discours wil van dader en slachtoffer. Maar aan de andere kant, als je dan afvraagt, ja, is Europa, want dat is in het koloniale en postkoloniale discours, is Europa daar eigenlijk wel aan toe? Is Europa zich eigenlijk al wel genoeg bewust om die stap te maken? Misschien kunt u het schrijven, hè, misschien kunt u het vinden, maar de vraag is natuurlijk, omdat een roman of een kunstwerk of een discours ook gevoerd wordt op een plek en door mensen op een plek, of Europa dat ook al zou kunnen zeggen, of Europese schrijvers. Bent u daarin vrijer, bijvoorbeeld? Je ne sais pas. Peut-être qu'il faut poser la question aux Européens. Mais... Misschien moet je de vraag stellen aan de Europeanen. Mais c'est une très bonne question. Est-ce que l'Occident est prêt ou pas? Je ne sais pas. Mais quand je vois, par exemple, l'histoire de ce roman, j'ai écrit juste pour les Algériens, pour une petite maison d'édition, je n'attendais absolument pas qu'il soit un succès mondial. Mm-hmm. Ça veut dire que peut-être les choses bougent aussi. Zeer goede vraag. Is het Westen er klaar voor of niet? Als ik kijk naar de levensloop van mijn eigen roman, van deze roman, dan was ik oorspronkelijk heb ik deze roman geschreven voor Algerije, uitgegeven bij een kleine uitgeverij. En vervolgens werd het een wereldwijd uitgegeven succes. Dus misschien dat het een en ander wel in beweging komt. Mais on peut reposer la question autrement. Est-ce que nous devons attendre que vous preniez conscience pour écrire? Ou est-ce que nous devons écrire sans vous attendre? Maar je kan de vraag ook anders stellen. Moeten wij wachten tot jullie zover zijn met de bewustwording voordat we gaan schrijven? Of moeten wij gewoon gaan schrijven zonder op jullie te wachten? Dat laatste lijkt me wel wenselijk, ja. Maar voordat we verder praten gaan we ook nog weer een fragment beluisteren. En we hebben een fragment gekozen van Denis Diderot. Die filosofische dialogen heeft geschreven, een aantal, aan de hand van de reis van de Franse ontdekkingsreiziger Bougainville, die als eerste de wereld, voor de Fransen dan de wereld omzeilde. Magellaan was natuurlijk de eerste, maar hij was de eerste Fransman die dat deed voor het Franse koloniale Rijk.
En hij kwam onder andere als eerste in Tahiti aan en ontmoette daar de bevolking van Tahiti. En Diderot heeft aan de hand van de reisbeschrijvingen van Bougainville filosofische dialogen geschreven. En in deze dialoog horen we een inwoner van Tahiti praten met zijn kolonisator, met een Franse priester overigens, en praten over de al dan niet verworvenheden van de westerse manier van kijken naar Tahiti. Daar gaan we nu aan luisteren. Jij, hoofd van de schurken die je gehoorzamen, vaar je schip snel weg uit onze kust. Wij zijn onschuldig, wij zijn gelukkig en jij kunt ons geluk alleen maar schaden. Wij volgen het zuivere instinct van de natuur en jij hebt getracht die eigenschap uit ons hart te bannen. Hier is alles van iedereen. En jij hebt ons gepredikt dat er verschil is tussen mijn en dein. Onze dochters, onze vrouwen behoren alle toe. Jij hebt dat voorrecht met ons gedeeld en je hebt bij hen ongekende hartstocht doen oplaaien. In jouw armen zijn ze buiten zinnen geraakt en in de hunne ben jij een wild beest geworden. Ze zijn elkaar gaan haten en jullie hebben elkaar voor hen vermoord en ze zijn bij mij teruggekomen, rood van jullie bloed. Wij zijn vrij, maar nu hebben jullie in onze grond het recht op onze toekomstige slavernij begraven. Jij bent geen god en geen duivel. Wie ben je dan wel dat je mensen tot slaven maakt? Oru, jij die de taal van de mensen spreekt, vertel aan ons allemaal, zoals je dat ook aan mij hebt verteld, wat ze op die metalen plaat hebben geschreven. Dit land is van ons. Dit land is van jou. En waarom dan wel? Omdat je je voet aan land hebt gezet? Als er een Tahitiaan zou landen op jouw kust en op jullie stenen of in de bast van jullie bomen zou krassen. Dit land is van de bewoners van Tahiti. Wat zou jij dan denken? Jij bent de sterkste. Wat maakt dat uit? Toen wij zo'n armzalig dingetje waar je schip vol mee zit meenamen. Schreeuwde je moord en brand en nam je wraak. En tegelijkertijd heb je in je hart al plannen gemaakt om een hele landstreek te stelen. Jij bent geen slaaf. Je zou liever sterven dan dat te worden. Maar ons wil je wel tot slaven maken. Denk je soms dat een Tahitiaan zijn vrijheid niet weet te verdedigen of daarvoor te sterven? De man die je wilt overmeesteren, als was hij een redeloos wezen, die Tahitiaan, is je broeder. Jullie zijn beide kinderen van de natuur. Welk recht heb jij ten opzichte van hem, dat hij niet heeft ten opzichte van jou? Je bent hier gekomen. Hebben wij ons soms op jou geworpen? Hebben we je samen met onze beesten op het land laten werken? We hebben onze eigen beeltenis in jou geëerbiedigd. Laat ons onze zeden en gewoonten behouden. Ze zijn verstandiger en fatsoenlijker dan de jouwe. Wij willen, wat jij onze onwetendheid noemt, niet ruilen tegen jouw nutteloze kennis. Alles wat nodig en goed voor ons is, bezitten we. Moeten we worden geminacht omdat we geen overbodige luxe hebben weten te vergaren? Als we honger hebben, is er eten. Als wij het koud hebben, dan beschikken we over kleren. Jij bent in onze hutte geweest. Wat ontbreekt daaraan, volgens jou? Jaag zover je wilt datgene na wat je de gemakken van het leven noemt. Maar sta toe dat verstandige lieden stoppen als ze met hun niet aflatende harde gezoek slechts een schijnwelvaart bereiken. Als jij ons overhaalt om over de smalle grens van het noodzakelijke heen te gaan, waar ligt dan het einde van onze arbeid? Wanneer mogen we dan genieten? Wij hebben het totaal van ons jaarlijkse en dagelijkse zwoegen zo klein mogelijk gemaakt, want voor ons gaat niets boven rust. Ga in je eigen landstreek naar druk maken. Ga je daar maar afbeulen, zoveel als je wilt. Maar laat ons rusten. Praat ons je zogenaamde behoefte niet aan. Nog je denkbeeldige deugden. Ja, Denis Diderot, bekend natuurlijk als verlichtingsfilosoof en grondlegger van de encyclopedie, maar ook een schrijver van theatrale teksten. U zegt in uw speech, legt u uit, dat identiteit aan de ene kant iets is wat iets wat je kan delen, waar je trots op kan zijn, maar de ander in kan ontmoeten en kan delen en dat het de mensen verrijkt, maar ook iets is wat conservatief
U gebruikt ook ergens in Suisse het woord fascisme. Iets wat je terug laat trekken in je eigen identiteit om de ander af te stoten. En het lijkt er soms wel eens op dat ook het koloniale discours vaak op die manier gebruikt wordt. Heeft u er een verklaring voor waarom de laatste tijd identiteit vooral gebruikt wordt om je in op te sluiten? Of vaker gebruikt wordt in plaats van als vruchtbare te delen, te leren aspect gebruikt wordt? Je me suis souvent posé la question, pourquoi on se replie? Pourquoi l'identité est devenue quasiment une insulte et un radicalisme? Ik heb me heel vaak afgevraagd waarom identiteit bijna een belediging is geworden en bijna een radicalisme is geworden en een manier om je in jezelf terug te trekken. J'ai remarqué que la liberté fait peur et que cette question est liée à la peur du présent. Donc un rapport très difficile avec le temps. Donc il est plus facile de revenir vers le temps mort, le temps d'avant, le temps des anciens. En wat mij opvalt is dat dit wellicht ook angst inboezemt. Identiteit leidt en heeft te maken met angst voor het heden. Ook angst en een hele moeilijke relatie ten opzichte van de tijd die verstrekt. Dus het is veel makkelijker om dan terug te vallen op vroeger, op de tijd van vroeger, de tijd van de doden en de vergang, wat wel voorbij is. C'est pour ça que l'identité ne signifie plus maintenant ce que je suis, mais ça signifie ce qui me protège. Donc elle est liée à la peur, plutôt qu'à la confiance en soi-même. En dat houdt dus in nu dat identiteit heden ten dagen niet meer betekent wat ik ben, maar identiteit is datgene wat me beschermt. En dat heeft dus alles te maken met angst en niks meer met zelfvertrouwen. Est-ce que vous avez remarqué que la plupart de ceux qui parlent d'identité parlent du passé, ne parlent jamais du présent? Want is het u niet opgevallen dat meestal degenen die over identiteit praten, die praten over het verleden en niet over het heden? Tous parlent du royaume à retrouver, de la vallée sacrée, de la terre sacrée, de l'utopie, mais tous parlent de l'avant. Personne ne parle du présent, et encore moins du futur. Iedereen, vaak heeft men het, als het over de identiteit hebben, over het verloren koninkrijk of de heilige grond. De meeste hebben het over het verleden en niet over nu. L'identité, c'est une manière d'être confiant. C'est ce qu'on est. C'est à la fois ce qu'on est et ce qu'on nous expose vers les autres. C'est une frontière difficile. C'est comme ça qu'est la vie. En identiteit zou moeten betekenen vertrouwen hebben over wat je bent. En identiteit is ook datgene wat je blootstelt en wat je openstelt ten overstaan van de anderen. Et généralement, si on fait passer l'identité pour le passé, on est piégé. On se suicide ou bien on tue les autres. Mais ce n'est jamais une solution. L'identité, c'est quelque chose de très beau. Mais lorsqu'elle enrichit les autres, et elle nous enrichit nous-mêmes. Si elle devient du passé, ça veut dire qu'on veut mourir. Et als je laat strikken in die identiteit die alleen maar in het verleden ligt, dan is dat een vorm van zelfmoord en zelf van moord. Identiteit is mooi als het je toestaat om je te verrijken en ook anderen te verrijken. En dan behoort het tot het heden. Et c'est valable pour le sud comme pour le nord. Chez nous aussi, dans nos géographies, l'identité est devenue un repli. En wat ik net zeg geldt zowel voor het zuiden als voor het noorden. Ook bij ons, in het gebied waar ik vandaan kom, is identiteit nu gelijk staat het aan navelstaren, aan terugtrekking op jezelf. À cause de l'histoire coloniale, elle s'est transformée. Le sens de le mot identité s'est transformé. Il n'est plus ce que je suis, mais il me définit comme étant le contraire de l'autre. Je suis du sud parce que je ne suis pas du nord. Je suis arabe parce que je ne suis pas chrétien ou occidental. En als gevolg van de koloniale geschiedenis is de betekenis van het woord identiteit ook veranderd. Identiteit betekent niet meer wat ik ben, maar mijn identiteit is
datgene wat ik ben als zijnde het tegengestelde van de ander. Ik kom uit het zuiden in tegenstelling tot het noorden. Ik ben een Arabier in tegenstelling tot een christen of een westerling. Du coup, ce mot me fait peur. Personnellement, je ne l'aime pas. Dus als gevolg van dit alles boezemt ook dit woord mij angst in. En ik hou niet van dit woord. Ja. Hebben we het kolonialistische denken in die zin wereldwijd geïnternaliseerd? Je n'ai pas compris la question. Jazeker. Bedoelt u misschien dat zeg maar die manier van denken om een ander te koloniseren en te onderwerpen geleid heeft tot dat we onze identiteit wereldwijd zijn gaan beschouwen als iets wat ten opzichte van een ander is, wat ik niet ben in plaats van wat je wel bent, geïnternaliseerd in die zin? Je suis tout à fait d'accord, mais il s'agit de dépasser ça. Parce que si on reste trop longtemps dans cette position, elle devient un confort. Et quand elle devient un confort, on n'en sortira jamais. On va dire que les routes sont mauvaises dans nos pays parce que c'est la cause des colonisateurs. Si nous avons échoué dans ceci, nous sommes parce que c'est la faute du colonisateur. Helemaal akkoord met wat u zegt, maar daar moeten we uitzien te komen. Want als je hier te lang in blijft zitten, in deze visie, dan wordt dat op een gegeven moment te comfortabel en komen we er nooit meer uit. Dan kom je dadelijk in een situatie waarbij wij in ons land zullen zeggen, de snelwegen zijn van slechte kwaliteit en dat is de schuld van de kolonisatoren. Of dit of dat is een mislukking geworden, dat is ook de schuld van het kolonialisme. Borges, l'écrivain argentin, disait une très belle phrase. Il disait, tout présent est anachronique. Borges uit Argentinië, die zei, elk heden is anachronistisch. En dat vond ik een hele mooie uitspraak. Donc parfois il est plus anachronique que d'habitude, parfois un peu moins. En soms is het heden anachronistischer dan gewoonlijk, soms is het wat minder anachronistisch. Toute la question pour moi personnellement, c'est comment sortir de la mémoire pour aller au présent. C'est toute la tragédie de mon personnage. Il n'arrive pas à sortir de la mémoire. En voor mij persoonlijk en ook mijn personage in het boek is de kwestie, hoe kom je uit het verleden om naar het heden te kunnen trainen? Dat is de hele tragedie van het personage in mijn boek. Hij kan zich niet losmaken van dat verleden en van het herinnering aan het verleden. Et c'est ce que j'ai dit dans l'introduction. J'ai dit que l'Occident n'a pas les mêmes blanches, mais moi non plus. En dat zei ik ook juist in mijn inleiding. Ik heb gezegd, het Westen heeft geen schone handen, maar zelf heb ik die ook niet. Faut qu'on se libère ici. Hier moeten we vrij zien te worden. Ja, mooi wat u zegt. C'est très beau. Laatste vraag, helaas al. U wijst op een uitweg door de cultuur in uw toespraak. De cultuur is hetgene wat de literatuur, het toneel. Maar aan de andere kant wijst u ook op het fenomeen van de intellectueel, de schrijver, als verrader. En dat is een toenemend probleem. Niet alleen denk ik in uw land, maar in allerlei andere landen. Het anticulturele klimaat is niet alleen in Nederland aanwezig, maar op andere plekken. En u zegt ook ergens in uw toespraak net, hier kan dat nog, met dat nog. Denkt u dat die uitweg van de cultuur geblokkeerd gaat worden omdat de intellectueel overal als verrader gezien zou worden? J'espère que non. Il y a des géographies où écrire, lire, parler comme on le fait maintenant, c'est quasiment impossible de le faire. Ik hoop het niet, maar er zijn gebieden waar het schrijven, maar ook het lezen vrijwel onmogelijk is. Moi, je pense que ce qui menace la culture chez vous et ce qui menace la culture chez nous sont deux choses différentes. Chez nous, il s'agit de peur de liberté. Et chez vous, c'est de croire que ce que vous avez est définitivement acquis. Maar ik denk dat de bedreiging van de cultuur in Nederland een andere vorm van bedreiging is dan die bij ons. De bedreiging waar ik bij ons over praat is de angst voor de vrijheid. Terwijl
het probleem en de bedreiging in Nederland eerder is, is dat datgene wat verworven is, wordt beschouwd als voor altijd en definitief een verworvenheid. Suffit de rien pour revenir à brûler des livres comme à Munich. Et je pense qu'il faut être conscient de cette liberté qu'il faut préserver et qu'il est important de la préserver. Mais c'est vrai ce que vous dites aussi, plus il y a des régimes durs, des régimes extrémistes, plus ce régime et ses courants politiques s'attaquent à la culture, partout. En er is maar weinig voor nodig, lijkt het, of je bent weer in aanwezigheid van boekverbranding zoals die in München hebben gezien in het verleden. Maar het allerbelangrijkste is denk ik het behouden van de vrijheid. En wat je wel vast moet stellen is dat daar waar de regimes heel hard zijn, en hoe harder ze zijn en hoe extremistisch ze zijn, dan ontstaat er vaak een aanslag op de cultuur of een aanval, een bedreiging van die cultuur. Et on le voit avec le mouvement d'extrême droite chez vous. La première des choses qu'on fait, leur obsession, c'est de contrôler la culture pour la tuer. Le premier pas de chaque régime politique dur, c'est de diminuer le budget de la culture. On l'a vu avec les Américains, avec Trump. La culture est justement l'ennemi, le premier des mouvements extrémistes et des régimes durs. En je ziet het bijvoorbeeld met de opkomst van extreem rechts, ook in Nederland. Ze hebben maar één obsessie, dat is om zo snel mogelijk ook alles wat met cultuur te maken heeft, om daar de budgetten voor naar beneden te halen. En om de cultuur monddood te maken. En dat zie je ook bij de budgetten in Amerika met de komst van Trump. Cultuur is echt vijand nummer één van extremistische regimes. Je pense que pour clore, je porte cette équation un peu simple. Je me dis que si les extrémistes qui sont très idiots s'attaquent à la culture, c'est qu'elle vaut quelque chose. En tot slot zou ik misschien wat simpele redenering willen meegeven, maar toch. Als die extremisten zich zo richten op die cultuur en deze cultuur stuk willen maken, dan zal dat wellicht betekenen dat die cultuur ook wat waard is. Ils ont un argument qui est très ancien. Entre un morceau de pain et un livre de Shakespeare, on choisit un morceau de pain. Mais ce n'est pas vrai. Ça sert à quoi d'avoir le ventre plein dans une vie qui n'a pas de sens? En er wordt altijd gebruik gemaakt van een heel oud argument. Dan zeggen ze, als je moet kiezen tussen een stuk brood of een boek van Shakespeare, kies je natuurlijk voor het stuk brood. Maar ja, wat heeft dat nu voor zin? Om met een volle buik een leven zonder zin, zonder betekenis te leiden. Donc, avoir les deux, c'est beaucoup mieux que d'avoir le contraire aussi. Dus het is veel beter om beide te hebben. Merci. Hartelijk dank voor de spreek. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Okay. We verplaatsen naar Nederland. We gaan dat doen met twee bijzondere schrijvers, Karin Ahmad Mukrim en Reggie Bai. Ik wil ze beiden kort introduceren en vragen om hier naartoe te komen en hier te plaats te nemen op de bank. Karin Ahmad Mukrim is schrijver. Ze werd geboren in Suriname en ging in 1981 in Nederland wonen. Ze is de auteur van boeken als Het Jim, Wanneer wij samen zijn en Tenzij de vader, waarmee ze meerdere prijzen won. En naast romans schrijft ze artikelen, onder andere in de Groene Amsterdammer, het NRC Handelsblad, De Correspondent. Hartelijk welkom, Karin Ahmad Mukrim. Reggie Bai is onderzoeker en schrijver, gespecialiseerd in de koloniale en postkoloniale geschiedenis en de literatuur van het vroegere Nederlands-Indië, het huidige Indonesië. En in zijn laatste boek, Daar werd wat gruwelijks verricht, beschrijft hij de verborgen geschiedenis van de slavernij tijdens het Nederlandse koloniale bewind in Indonesië. Want ook daar hebben we te maken gehad met slavernij. Hartelijk welkom, allebei. En voordat we beginnen gaan we luisteren naar een fragment. Nog eerst even een stuk van Dirk van Hogendorp.
En Van Hogendorp was een bewindsvoerder in Indië, in Nederlands-Indië, die zoveel kritiek had eigenlijk op het Nederlands bewind, het koloniale bewind in het Nederlandse Indië, dat hij moest vluchten. Hij werd later ook een bondgenoot van Napoleon. Hij kwam terug in Nederland in de Bataafse periode. Van Hogendorp was niet alleen een politicus, maar ook een toneelschrijver. Dat is grotendeels vergeten eigenlijk in Nederland. Maar hij schreef zo bijvoorbeeld, schreef hij in 1800, schreef hij Kraspoekel of de slavernij. En dat is een fel betoog tegen de slavernij en de praktijk in Indonesië of in het Indië van toen. De eerste keer dat het werd opgevoerd in Nederland in 1800 dus, moest het stuk al na de eerste act worden afgebroken. Want het publiek was zo boos over wat daar gezegd werd, dat men ging roepen, schreeuwen, toeteren en het niet vervolgd kon worden. Het is wel in gedrukte vorm veel verspreid geworden geweest. Maar dat hij zo'n vet criticaster was van de Nederlandse slavernijpraktijk is eigenlijk grotendeels vergeten. En in dit fragment dat we gaan horen is de slavin Tjam Pakka aan het woord en die aan haar meester haar verhaal vertelt over haar slavernij. Daar gaan we nu naar luisteren. Mijn vader is een bloedverwant van de Raja van Boni, die aan hem een klein stuk land als hoofd had toevertrouwd, waar hij zoveel profijt van had dat hij daar met zijn vrouw en kinderen een goed bezaan van kon hebben. Maar hij had ook nog een broer, die nooit tot een fatsoenlijk familieleven te overreden was geweest. Hij gebruikte opium en dobbelde, waardoor hij vaak in de problemen kwam, waar mijn vader hem menigmaal uit redde. Ik was 15 jaar oud en groeide op tot vreugde van mijn ouders, die alle moeite deden om mij een goede opvoeding te geven. Ik was door de Raja van Boni bestemd om met zijn zoon te trouwen, die mij beminde en die mij ook niet onverschillig liet. Toen de broer van mijn vader weer om geld verlegen zat en het plan bedacht om mij bij mijn ouders weg te roven en aan een slavenhandelaar in Makassar te verkopen. Hiervoor wachtte hij mij op met nog twee andere misdadigers, 's morgens vroeg toen ik naar de rivier ging om mij te wassen, niets kwaads vermoedend. Ze overvielen mij, bonden mijn handen en stopten een neusdoek in mijn mond, zodat ik niet om hulp kon roepen. Zo verscholen ze mij de hele dag in een bos en 's nachts toen het donker was, brachten ze mij naar de stad Makassar, naar de achterdeur van het huis van een slavenhandelaar die daar al van op de hoogte scheen te zijn en meteen naar buiten kwam. O meneer, hoe kan ik u vertellen wat hiervoor viel? Mijn oom, die zijn broers dochter te koop aanbood, de slavenhandelaar die mij wel wilde kopen, maar op de prijzen zoveel mogelijk wilde afdwingen. Mijn oom, woedend over die hebberigheid, dreigde, als hij de gevraagde prijs niet wilde geven, mij een dolk in het hart te zullen jagen, waar hij al de punt van op mijn borst zette. Ik, mijn oom, biddende en smekende mij aan mijn ouders terug te geven. De slavenhandelaar, eindelijk door hebzucht gedreven, een hogere prijs biedend, die door mijn oom, vervoerd van razernij, aangenomen werd. En ik vruchteloos hem bezwerende bij al wat heilig was om mij niet bij mijn ouders weg te roven, waar mijn verlies voor hen zeker de dood zou betekenen. Maar door hem alleen beantwoord, door mij met zijn voeten te trappen en mij tegen de deur van de slavenhandelaar te stoten. Zie daar, meneer, het verschrikkelijke tafereel van dat afgrijzelijke ogenblik dat steeds voor mijn geest zweeft en alleen afgewisseld wordt door een andere, niet minder treurige voorstelling van de droefheid en ellende waarin mijn ouders sinds mijn verlies gedompeld zijn, die door de onzekerheid waarin zij rondom mijn noodlot verkeren zeker verschrikkelijk moet zijn. Ik ben bewogen door medelijden voor u en voor uw ouders. Hoe ging het verder? De slavenhandelaar, zodra ik zijn eigendom was, vreesde voor vragen en voerde mij naar een onderaards hol onder zijn huis, waar ik het daglicht niet kon aanschouwen en waar ik nog wel 20 ongelukkige lotgenoten, alle vrouwen of meisjes, vond, aangezien de manslaven in een apart hol werden opgesloten. De meeste van hen waren op dezelfde wijze als ik aan hun ouders of familie ontroofd. Wij kregen alleen rijst en water als voedsel en werden alleen soms in de nacht op de binnenplaats in de buitenlucht gelaten om ons te wassen. Ik bleef in dit akelige verblijf voor ongeveer 6 maanden tot de oostenwinden doorkwamen
En op een nacht werden wij aan boord gebracht. Het vaartuig was klein en toch werden ongeveer 120 manslaven en 40 vrouwen, behalve de kinderen, ingeladen. De mannen waren twee aan twee in ketenen aan elkaar vastgesmeed en mochten niet op het dek komen om de lucht te scheppen. Maar aan ons vrouwen werd het soms toegestaan. Op die manier werden wij naar hier gevoerd en toen openlijk te koop aangeboden, waar mij het geluk trof door u, o edelmoedig man, o mensenvriend, mijn redder, mijn weldoener, gekocht te worden. O hemel, nu nog zegen en dank ik u dat u mij in mijn ongeluk zoveel genegenheid getoond heeft. Eenzame Champaka, jouw verhaal heeft mijn ziel geroerd. O vervloekte slavenhandel, hoe verschrikkelijk zijn uw gevolgen. De natuur schikt op door de wandaden die u veroorzaakt. En kunnen dan nog volken die zich verlicht, die zich christen noemen, die afschuwelijke handel gedogen, ja zelfs door wetten beschermen en aanmoedigen? En dit wordt ook door mijn landgenoten, de zachtaardige Bataven, gedaan en gedoogd. O schande. Maar nee, spoedig zal daar een einde aan komen. Het eigenbelang, de onkunde, het vooroordeel zullen voor de aangeboren edelmoedigheid, de schranderheid en de verlichting van het Bataafse volk moeten zwichten. En de stem der mensheid boven alle driften, boven alle bezwaren overwinnen. Champaka, jij bent vrij geboren. Jij bent voor de vrijheid opgevoed. Misbruik, onrechtvaardigheid, onnatuurlijke wetten maakten u tot mijn slavin. Ik herstel u in uw rechten. Je bent vrij. Ik geef u aan uw ouders terug. Met het eerste schip dat naar daar vertrekt, zal ik u aan... Excuseer. Ik geef u aan uw ouders terug. Met het eerste schip dat naar daar vertrekt, zal ik u aan hun toezenden. Leef zo lang gerust onder mijn bescherming. Ja, hartelijk welkom allebei. Misschien eerst even over wat we de lezing, het essay van Daoud en wat we daarna gehoord hebben. Als eerste misschien even de vraag, begrijpen jullie zijn stelling dat het postkoloniaal discours de verantwoordelijkheid weghaalt bij mensen in gebieden als Algerije om zeg maar zelf aan de slag te gaan met hun land en dat het als excuus gebruikt wordt? Of vinden jullie dat een vergezocht of een ander? Zijn jullie het daarmee eens, oneens? Ritjibai, wat vind je? Nou ja, wat ik heel goed kan begrijpen is dat dat hele discours verlamd wordt op het moment dat het in een schuld- en boete-situatie komt te verkeren. Mm-hmm. De ene beschuldigt en de ander alleen maar boete wil van de een, en de ander zich schuldig zou moeten voelen. Daarmee krijg je dus een polarisatie waarbij je niet meer luistert naar argumenten en geen normale discussie meer mogelijk is. En dat maakt het... In feite verlamt het hele debat. En daar kom je dus inderdaad niet verder mee. En dat is wat hij heel erg constateert. En dan moet ik wel zeggen, er is een andere situatie in Frankrijk natuurlijk. Al is dat vergelijkt met de situatie hier in Nederland. Daar ben ik ook blij dat, dat Karin en ik in ieder geval iets over de Nederlandse situatie mogen en kunnen zeggen. Want dat ligt in Nederland wel iets anders. Mm-hmm. Als ik een boek geschreven heb over de slavernij, dan hoef ik alleen maar te vrezen op internet dat er een lading, laat ik zeggen, vuiligheid over me heen gespoten wordt door een aantal mensen. Terwijl je in Frankrijk eventueel moet vrezen voor een fatwa. Dat maakt de discussie alweer heel anders. Maar misschien kun jij daar iets aan toevoegen? Karin Amatnoekum. Dank je, Juri Albrecht. ik denk dat het vooral heel belangrijk is om te beseffen dat meneer Daoud het over heeft. Dat is een situatie in zijn land. Mm-hmm. Waar wij nu over gaan hebben is wat er hier in Nederland aan de hand is. Het is wat anders als je aan mij, ik kom uit Suriname, als je zou vragen wat zou de positie moeten zijn van de intellectuelen in Suriname ten aanzien van het postkoloniale of van het koloniale verleden. Zeker. Wij hebben het hier over Nederland, over hier. En hij zegt specifiek, kijk, ik woon niet in Europa. Dus hij is daar als intellectueel, daardoor is hij verplicht, zo je wil,
om zijn eigen wereld en zijn eigen omgeving een spiegel voor te houden. Op de manier waarop wij dat ook automatisch als schrijvers doen aan onze wereld. En onze wereld is dan wel Europa. Dus dat is een heel belangrijk verschil. Dat is een groot verschil, absoluut. Ja. Verplicht, zeg je ook, om een spiegel voor te houden. Is dat een verplichting? Ja, misschien druk ik het niet goed uit. Ik denk niet dat het een verplichting is. Ik denk dat het automatisch gaat als schrijver. Omdat je reflecteert op de wereld. En vanuit je eigen context. Ja. En dat is de context die wij allebei meebrengen. Karin vanuit Suriname en ik vanuit Indonesië of Nederlands-Indië, zoals het vroeger heette. Dus daar kom je niet los van. En je schrijft vanuit je eigen optiek en vanuit je eigen ervaring. Dus het lijkt me niet meer dan logisch. En dat gebeurt vanzelf. Mm-hmm. Ik zou heel lastig een roman kunnen schrijven over het Friese boerenmilieu bijvoorbeeld. Hè, om eens een voorbeeld te geven. Omdat daar mijn passie ook niet ligt. Maar daar ligt ook niet mijn levenservaring. Daar zit mijn context niet. En het feit dat er... omdat ik er nog steeds over schrijf na jaren. Over dat, nou ja, die specifieke achtergrond. Geeft wel aan hoeveel er te schrijven valt. En hoeveel er nog niet over geschreven is. Mm-hmm. Zeker. En eigenlijk dezelfde vraag die ik ook aan Kamel de Oet stelde. Zijn we er in Nederland dan al wel aan toe om voorbij dat discours van dader en slachtoffer te komen? Hebben we al wel genoeg gedaan aan de vergangenheidsbewältigung, noemen de Duitsers dat, hè, van onze geschiedenis? Nou, ik denk dat om die vraag te beantwoorden zou je moeten kijken naar de onvrede die er dan leeft. Maatschappij breed, zoals we mensen met de opkomst van het populisme op een gegeven moment hebben gezegd van, kennelijk is er iets aan de hand. Kennelijk is een groot deel van de witte Nederlandse bevolking heel ontevreden en heel, heel angstig of heel boos. En dan moeten we daarnaar luisteren. Dus als je nu kijkt dat er nog steeds wordt gevraagd door een aantal mensen, een aantal delen van onze samenleving, dat er nog steeds wordt gevraagd om erkenning van bepaalde delen van de geschiedenis, betekent dus dat er in dat deel van de samenleving wel onvrede leeft. Dus zijn we eraan toe als geheel, dan zou ik denken, misschien nog niet helemaal, om nog een stukje verder te gaan. Ik denk dat er nog heel veel mensen zijn die nog het gevoel hebben dat er heel veel delen van de geschiedenis nog steeds bedekt zijn gebleven. En dat die eerst nog eens even aangestipt moeten worden of erkend moeten worden voordat we samen verder gaan kijken. Je zegt nog steeds, maar je zou kunnen zeggen nu pas. Hè? Sommige dingen. Ja, dat hangt vanaf hoe je het bekijkt. Want ik denk dat er heel veel mensen, ook weer heel veel mensen zijn aan de andere kant die zeggen van god, hebben we het er nou alweer over? Over de slavernij en over het koloniale verleden. Mm-hmm. En er zijn mensen, het zal u niet verrassen dat ik een van die mensen ben, die zeggen van nou volgens mij beginnen we het er nu pas over te hebben. Ja, dat vind jij, je vindt meer dat we aan het begin van een cyclus zitten dan aan het eind van dat gesprek. Ja, ik denk dat het... Maatschappelijk dan in. Ja, ik denk dat de pijn waarmee het hele debat is omgeven en het ongemak, dat wel duidelijk aangeeft dat we nog maar net begonnen zijn. Ja. Hoe zie jij dat? Absoluut mee eens. Het feit dat het debat erover nog steeds zo slecht verloopt, geeft aan dat er nog een discrepantie zit tussen de beginsituatie van de mensen die ermee bezig zijn en voor wie het heel belangrijk is, en een groot deel van het Nederlandse volk, voor wie het kennelijk nog steeds niet belangrijk is. En daarom zit er zoveel frictie tussen. Daarom krijg je ook excessen zoals onlangs een groep die dat lawaaiprotest wilde... 4 mei. Ja, precies. En daar kun je het mee eens zijn, het niet mee eens zijn, maar het geeft wel aan dat er kennelijk een groep is die vindt dat er dit soort middelen, dat er in ieder geval gedreigd mee moet worden, om in ieder geval die aandacht te krijgen, om in ieder geval debat. En dan zie je ook dat de media er bovenop springt, terwijl een slemiel als ik, die daar boekjes over schrijft al jaren, een bijzonder klein publiek blijft bereiken. Dus misschien zit daar wel de oplossing. Maar het geeft wel aan, en dat is eigenlijk wat ik wil zeggen, dat we nog aan het begin staan van het debat. En dat meen ik oprecht. Ja. Het feit alleen al dat ik, het feit over, dat ik schreef over de slavernij in Nederlands-Indië, wat eeuwenlang heeft plaatsgevonden onder Nederlands koloniaal bestuur,
dat dat echt niet bekend is tot op heden. Dat er in het curriculum van ons onderwijs staat, we gaan de slavernij in al onze koloniën behandelen. Nou ja, dan wordt er al marginaal, hooguit marginaal aandacht besteed aan de slavernij in de West. En dus volledig voorbij gegaan aan de slavernij in de Oost. Ja. En dat is de situatie anno nu. Dus... Je hebt daar een boek over geschreven. Dat is ook dit fragment van Hogendorp, wat we net gezien hebben. Ik denk dat het voor veel mensen totaal onbekend is. Hè, dat slavernij ook daar in de archipel voorkwam. Dus daar heb je absoluut gelijk in. Hoe komt dat nou dat zo'n fragment van Hogendorp... is dat, dat is dus nooit meer opgevoerd. Dat is eigenlijk volledig onder het tapijt verdwenen. Mm-hmm. Is dat een goed voorbeeld, zeg maar, van het... niet willen weten of het willens en wetens vergeten. Dat is eigenlijk een heel goed voorbeeld. Want de verstoring waar we het over hadden, na de eerste akte al... Mm-hmm. 1800. Hè? En 1800, hè, ja. Kon die opvoering niet meer plaatsvinden. Dat kwam omdat de slavernijlobby uit zowel de Oost als de West... mensen, professionele mensen, ordeverstorers had ingehuurd... om ervoor te zorgen dat die voorstelling niet door kon gaan. En vervolgens is er een lobby in de Kamer gekomen om ervoor te zorgen dat dat hele stuk nooit meer zou worden opgevoerd. Dat kon ook niet. Er was geen schouwburg te vinden die het aandurfde om het stuk op te voeren. Dus kennelijk was er een laag die daar belang bij had om ervoor te zorgen dat het niet gebeurde. Ja. Nou ja, dan kun je spreken van moedwil. Ja. Klinkt een beetje als de farmaceutische industrie nu een lobby en dat soort dingen. Precies, daar zou je bijna mee kunnen vergelijken. Een vrij lucratieve business ook. Ja, omdat er natuurlijk geld mee gemoeid was. Enorm veel geld. Ja. Mm-hmm. We hebben jou gevraagd om als laatste fragment een nieuw fragment te schrijven. En net zoals we afgetrapt zijn met een nieuw essay van Kamel Daoud, wil ik je graag uitnodigen dit. Ja, heel toevallig gaat het over waar we het net over hadden. Of die discussie nou... Niet geheel toevallig. Nee, ja. Mag ik daar eens... Ja, graag. Ja, als je... Er ligt een lafhartige staat... tussen de Waddenzee en de Schelde. Een staat waar men zich steeds minder en minder schijnt te kunnen herinneren van het eigen verleden. Of veinst men dat? Ik doel natuurlijk op het land waar men zich liever hardnekkig laaft aan de vermeende historische successen, dan dat men zich rekenschap wenst te geven van de werkelijke geschiedenis van gruwel en uitbuiting. Waarom, vraag ik me af, heeft menigeen in dit land zo'n moeite met de zwarte kanten van de eigen geschiedenis? En erger nog, waarom schiet menigeen in dit land direct in een verlammende kramp wanneer het koloniale verleden aan de kaak wordt gesteld? Het zal, vermoed ik, voor een deel zijn oorsprong vinden in de aard van het koloniale concept dat zich vervolgens in de postkoloniale beeldvorming heeft voortgezet. De misvatting that never the twain shall meet. De opvatting dus dat men met die ander niets te maken heeft. Het is de schaamteloze onwetendheid, het stuitende gebrek aan fundamentele kennis van het koloniale verleden dat eraan ten grondslag ligt. En als men er onontkoombaar mee wordt geconfronteerd met dat koloniale verleden, dan treedt er niet zelden direct een abject afweermechanisme in werking. Een mechanisme dat ogenblikkelijk elke discussie erover overwoekert en verlamt. Ik doel hier natuurlijk op dat verfoeilijke, misschien wel typisch Nederlands-Calvinistische schuld- en boetedenken. Zodra het koloniale verleden hier ter sprake komt, wordt er Pavloviaans gereageerd. Ogenblikkelijk wil men er niets van weten. Diep verontwaardigd werpt men direct het nakende schuldgevoel van zich af. Of, erger nog, standtepede verlaagt men zich tot het uitbraken van drogredeneringen of diep trieste platitudes van het kaliber. Europeanen zijn zelf ook door het Noord-Afrikaanse zeerovers tot slaaf gemaakt. En daar hoor ik jullie
niets over zeggen. Of, jullie hebben als uitkeringstrekkers al genoeg geld teruggehaald, dus de rekening van het kolonialisme is al lang vereffend. En dan zwijg ik. Maar over al die keren dat, als het kolonialisme aan de orde wordt gesteld, we maar weer mogen oprotten naar ons eigen land. Maar had ik al iemand beschuldigd? Sterker nog, had ik al iemand opgeroepen om in de beklaagde bank te verschijnen? Voor die het aangaat, wees gerust, het bloed van Banda, het leed van Elmina, de pijn van Aceh, nog de moord op Tula, het neerslaan van Berbice en het bloedvergeten van Rawagede, ik zal het u allemaal niet persoonlijk kwalijk nemen. Maar het zegt natuurlijk veel, zo niet alles, dat zodra dat voor velen toch diffuse Nederlandse koloniale verleden ter sprake komt, aperte afwijzing en schuldgevoel de boventoon voeren. Het heeft, vrees ik, helaas ook alles te maken met die verfoeide postkoloniale onwetendheid. Want zolang er in dit land mensen zijn die zonder gêne menen dat Berbice een Spaanse zonbestemming is, Banda een Afrikaans muziekgezelschap, Rawagede een Indonesisch vleesgerecht en Tula een alcoholvrije cocktail, zolang is er in dit land nog een postkoloniale oorlog te winnen. Beste inwoners van Nederland, het is uw plicht om uw geschiedenis te kennen. En niet in de laatste plaats uw vele eeuwen omvattende geschiedenis van kolonialisme, dat toch mede het fundament heeft gelegd onder onze huidige samenleving. Maar ik geef toe, u kunt mogelijk als verzachtende omstandigheid aanvoeren dat u leeft in een land waar het geschiedenisonderwijs zich van overheidswegen beperkt tot slechts uw vermeende nationale heldendaden. Goed, ik zal het u gemakkelijk maken. Ik verlang van u geen excuses, geen mea culpa en al helemaal geen mea maxima culpa. Niet alleen weet ik hoe moeilijk het velen van u valt, maar volgens de zuivere logica, en daar ben ik het volledig mee eens, heeft u natuurlijk volkomen gelijk. Hoe kunt u vandaag de dag verantwoordelijk worden gehouden voor de schanddaden van uw voorouders bedreven in een nabij of ver verleden? En daarnaast, wat is een schuldverklaring waard in een land waar politici met een minister-president voorop na de zoveelste leugen of faux pas zich met het grootste gemak een mea culpa laten ontvallen om vervolgens, zonder blikken of blozen, weer over te gaan tot de orde van wederom een leugenachtige dag. Maar er is iets waar u wel verantwoordelijk voor kunt worden gehouden. U, zowel als ik. Namelijk de hedendaagse gevolgen van het door u en mijn voorouders bedreven kolonialisme. De nalatenschap van de koloniale voorouders. Willen we elkaar in dit land ooit begrijpen? Willen we in deze postkoloniale Nederlandse samenleving ooit nader tot elkaar komen? Dan zult u en zal ik mijn eigen geschiedenis van kolonialisme moeten kennen. Desnoods gedwongen door een berouwvolle overheid. Vervolgens zult u de gevolgen ervan moeten erkennen, uw erfenis van de koloniale geschiedenis. En ik moet dat ook. Pas dan komen we tot een vruchtbaar gesprek. Pas dan ontstaat er een basis voor een evenwichtige postkoloniale samenleving. Gebeurt dit niet, dan voorspel ik u, dan zal de toorn van Banda, van Elmina, van Aceh en van Tula, Berbice en Rawagede dit land tot in de eeuwigheid blijven achtervolgen. Karin, wat zei jij net als... Ik zei, dat is nogal een dreigement. En wat vind jij van deze constatering, van deze oproep? Raak, denk ik. Maar ik denk dat het moeilijk is om het er niet mee eens te zijn. Mm-hmm. Ik denk dat de uitdaging ligt in de praktijk. Ja.
En dat in zoveel nuances mis kan gaan. Ik denk wat er nu mist vooral is dat we niet echt een idee hebben als samenleving dat we samen ergens naartoe gaan. Mm-hmm. En dat we samen dit land moeten maken. Dus op dit moment worden er aan alle kanten worden de dingen geroepen. Gezegd om gehoord te worden, maar het idee erachter mis ik heel vaak. Van waar gaan we dan eigenlijk naartoe als eenmaal je idee gehoord is? Mm-hmm. Wil je nog wel in dit land zijn? Besef je dat wel? En ik ga nu een beetje breed hoor, maar ik ben wel. Enerzijds denk ik dat heel veel witte Nederlanders niet beseffen dat de Nederlander er zo uit kan zien en dat dat een geschiedenis heeft. Dus wanneer een kritische, allochtone, gekleurde Nederlander zijn mond opentrekt, ben je er niet door te zeggen van je bent ondankbaar of ga terug naar waar je vandaan komt. Want dit is Nederland en dit blijft Nederland. En met de instroom van de migranten die zo groot is, is het Nederland zoals we dat ooit gekend hebben, dat is gewoon al lang voorbij. Dus dat die realiteitszin ontbreekt heel erg. Mm-hmm. En aan de andere kant denk ik ook dat iemand als ik zich ook, ondanks het feit dat ik de hele tijd, ik ga het nu even heel persoonlijk, zodat niemand zich aangesproken hoeft te voelen. Ondanks het feit dat ik af en toe op die deur loop te kloppen en te zeggen van mensen, let even op wat jullie over het hoofd zien. De geschiedenis, de gedeelde geschiedenis en het afgrijzelijke verleden wat Nederland ook heeft. Dat ik me dan ook moet beseffen van, maar als ze het dan eenmaal onder ogen hebben gezien, is het dan goed of niet? Gaan we dan samen door? Is dit het land waar ik mijn kinderen op wil laten groeien? Mm-hmm. Of voel ik me inmiddels niet meer thuis in dit land? Of heb ik me wellicht nooit thuis gevoeld in dit land en wil ik mijn kinderen ergens anders laten opgroeien? Dat zijn gewetensvragen waar we ons allemaal mee bezig zouden moeten houden. En stel nou dat het discours, want je zegt terecht natuurlijk, je kan het hier niet mee eens zijn, maar het ligt in de uitvoering daarvan, in allerlei nuances van hoe dat gebeurt. Maar stel nou dat een... niet alleen maar tot polarisatie leidt, zoals je tegenwoordig vaak ziet, maar inderdaad tot een wat gedeeldere toekomst. Hoe heeft dat debat, zeg maar, welke stukken van het debat moeten we dan doen nu? Wat zouden we dan... Nou, op dit moment, ik ben daar niet zo pessimistisch over, eerlijk gezegd, mm-hmm. bijna schuldig, maar op dit moment, ik vind iedereen waardevol in dit debat. Mm-hmm. Ik vind iedereen die zijn bijdrage levert, op welke manier dan ook, is van enorme waarde. Dus of het nou mensen zijn die oproepen tot een lawaai-protest, of mensen zijn die de straat opgaan en allerlei optochten organiseren, of mensen zijn die af en toe even een ingezonden brief sturen op de krant, of met alleen niks doen, maar met hun buren praten. Alles is waardevol op dit moment. En misschien vind ik de mensen die het meeste lawaai maken, waar ik niet toe behoor, mm-hmm. De meest militante of de meest activistische mensen, moet ik zeggen, nog op dit moment het allerwaardevolst. Mm-hmm. Dat denk ik echt. Ook omdat het nodig is. Omdat het absoluut nodig is. En omdat we allemaal heus wel willen dat de wereld automatisch beter wordt. En dat het allemaal... Maar dat is niet zo. De wereld wordt niet automatisch beter. Nou ja, daar heb je mensen voor nodig. Vanzelf gaat het niet beter worden. Wat je misschien bedoelt is... of je nou helemaal links van het spectrum of rechts van het spectrum zit... als mensen daar een mening over hebben en die ook uiten, dan hebben ze daar een intentie mee, namelijk dat ze het beter willen. Alleen, je moet wel weten waar je het over hebt, waar ik voortdurend tegenaan loop. En ook de mensen die actie voeren, is dat je op een gegeven moment tegen een barrière loopt, omdat er geen gemeenschappelijke kennis is over dat waar we het over hebben. En als je dat niet hebt, dan wordt het lastig om een discussie te voeren. Dan krijg je dus alleen maar voortdurend die polarisatie die we nu zien. En dat is heel jammer, terwijl we waarschijnlijk allemaal een intentie hebben om deze samenleving beter te maken. Mm-hmm. Tenminste, het merendeel van ons. Dus dat is ook mijn pleidooi. Voortdurend, en dat is ook de reden dat ik schrijf over het kolonialisme, over geschiedenis. Ik wil daar een bijdrage aan leveren door die kennis te verspreiden. En dat is wat er zou moeten gebeuren. Maar wat me treurig stemt is, als we onze kinderen... Wij hebben twee kinderen die
kort geleden van de middelbare school afgekomen zijn. En als je dan ziet wat ze aan geschiedenis krijgen, dan word je heel treurig. Dan wordt het heel lastig om een discussie te voeren over de dingen waar we het over zouden moeten hebben als je het over dat koloniale discours hebt. Dus dat vind ik heel belangrijk. Nee, dus jij zegt, ik zou willen dat er meer bekend is, dat er betere geschiedenisboeken over geschreven worden, dat er een op een rustiger toon gesproken wordt, zodat we dat allemaal meer weten, meer kennis, meer onderwijs. Maar wat Karin net zegt, zegt ja, maar ik vind ook dat de radicalen, dat vind ik ook wel belangrijk, want anders komen die vanzelf, gaat het niet. Hè? Dus nee, hoe zie jij dat? Omdat die kennis er niet is. Waarom word je radicaal? Ja. Net zo. Wat we de laatste tijd zien, waarom worden mensen radicaal? Omdat je voortdurend tegen barrières oploopt. Ja. Tegen onwetendheid, tegenover dingen die niet in beweging komen. Waarom is dat nodig? Ja. Ja. Dus wat dat betreft is het gewoon een lineaire lijn. Ik wil, het klinkt heel arrogant, maar ik wil dat er op een gegeven moment een discussie mogelijk is. Ik wil als ik iemand, die nog niet eens mijn boek gelezen heeft, maar alleen al ziet van het gaat over slavernij, en dan een vuilspuitend mailtje schrijft, dan wil ik mee in discussie. Maar dan moeten we wel weten, moet hij ook weten waar hij het over heeft. Want anders kunnen we die discussie over dat boek ook, of over de slavernij, niet voeren. Begrijp je? Dat is een beetje een simplistisch voorbeeld, maar dat is wel waar we naartoe moeten. Anders blijven we radicaal tegenover elkaar staan. Misschien Karin daar een hele andere opvatting over. Maar als je zegt, de hardere aanpak is nodig, je moet er radicaler in zijn, dan meestal krijg je ook dat actie en reactie, meestal krijg je ook radicalere uitspraken aan de andere kant van het politiek spectrum, aan de andere kant van deze discussie. Ja. Helpt dat dan op den duurzaam? Is dat iets waar je doorheen moet? Ik vind dat je daar doorheen moet. Ja. Ik vind dat wordt er ook altijd heel ongeduldig van als mensen zeggen, dat activisme, dat leidt alleen maar tot nog meer weerstand. Mm-hmm. Dat is gewoon echt een klote argument, als ik eerlijk ben. En waarom? Ja, dat slaat gewoon nergens op. Dat heeft met vrouwenrechten niet geholpen, met homorechten niet geholpen. En het idee dat de toon, dat het aan de toon ligt en de manier waarop, dat is gewoon niet waar. Want er zijn heel veel mensen die om hele normale, redelijke toon praten, die alleen maar de liefde prediken. En die dan nog steeds worden weggezet als veel te activistisch en veel te radicaal. Ja. Omdat ze ideeën verkondigen die een beetje ongemakkelijk zijn. Dus de manier waarop, dat maakt gewoon niet uit. Want zolang de ideeën ongemakkelijk zijn, zal er altijd weerstand zijn. Dus ik vind het vervelend als mensen zeggen van ja, het ligt aan de toon en zo. Want daarmee ga je voorbij aan de boodschap die mensen brengen. Ja, dus er moet eerst doorheen, daar zou je eerst doorheen moeten, zeg maar. Ja. Als laatste, dan zei je dus eerst dat het misschien eerst erger worden of radicaler of de toon moet harder. Nee, ik zeg iedereen soldaat op alle plekken. Ja, ik vind iedereen even waardevol. Ja. Als laatste vraag misschien, en die gewetensvraag die je zelf net stelde, die je ook aangreep volgens mij toen je stelde hier. Hoe ga je je kinderen in dit land laten opgroeien of is dat... Toch een prachtig land uiteindelijk. Het is wel heel makkelijk om weg. Ik heb wel een periode gehad dat ik echt weg wilde gaan. Zeker. Met een aantal overwinningen van de PVV dacht ik echt van hier wil ik gewoon niet zijn. Maar het is zo makkelijk om weg te lopen. Daar hoort het natuurlijk ook over. En bovendien is het ook redelijk ondankbaar om te zien op wat voor prachtige plek je woont. En dat er misschien niet heel veel plekken zijn die zo goed in elkaar zitten als Nederland uiteindelijk. Hartelijk dank, allebei, voor jullie komst en voor het gesprek. Blijf maar even zitten. We zijn bijna bij het einde van de avond. Ik wilde Kamel Daoud nog even om een afsluitende vraag stellen. Ik had beloofd dat we aan het eind van de avond nog even bij hem terug zouden komen. Meneer Daoud. Als u het Nederlandse discours even toehoort vanuit de loge, onder andere de opmerking dat
schrijvers hier natuurlijk vanuit een Europees perspectief en vanuit een Nederlands perspectief opereren in een debat over kolonialisme en postkolonialisme. Hoe luistert u daarnaar? Wat valt u daarin op in het gesprek over Nederlands en het Nederlands koloniaal verleden? De schrijvers die daarover spreken. Ah, j'ai beaucoup apprécié quand la question a été posée sur et après. Après la reconnaissance, après avoir tout raconté, quel est le projet? Est-ce qu'il s'agit de construire une relation, un lien, etc. Je viens d'un pays où on ne parle exclusivement que du passé et jamais du présent. Et peut-être ici, c'est un pays où on parle beaucoup du présent et rarement du passé. Il faut trouver l'équilibre. Mais la bonne question est qu'est-ce qu'on en fait? Wat mij opviel en wat mij ook zeer beviel, is dat er gesproken werd over het feit dat er een idee moet zijn over wat nu. En als er eenmaal die erkenning zou zijn, of wanneer die erkenning er eenmaal is, hoe dan nu verder? Dat beviel mij erg. In mijn land wordt hoofdzakelijk over het verleden gesproken. Misschien dat er in dit land iets meer over het heden wordt gesproken dan alleen maar over het verleden. La question, pour moi, qui ne vit pas en Occident, est-ce qu'il est utile de parler et de raconter ce qui s'est passé? Oui. Est-ce que j'ai besoin d'attendre vos excuses? Non. D'un point de vue philosophique, est-ce que le pardon doit précéder la reconnaissance? Ou est-ce que je suis assez grand pour pardonner sans avoir eu besoin de votre reconnaissance? En wat ik me dan ook afvraag, is het is natuurlijk belangrijk en nuttig om te vertellen over het verleden, maar ik hoef niet per se te wachten op excuses. Het pardon, het vergeven, kan dat pas ontstaan nadat er erkenning is geweest? Of moet je groot en volwassen genoeg zijn om dat niet af te wachten? J'ai beaucoup aimé la question de à quoi va servir la reconnaissance au futur. C'est une question très importante. En daarom vond ik dat onderdeel heel belangrijk waarin men sprak over goed erkennen en onder ogen zien, vertellen wat het verleden is. Wat is daarvan het nut voor de toekomst? Sinon, on va devenir comme chez nous. On ne va parler que du passé et on fait même un métier. Anders wordt het net als bij ons, dan wordt daar alleen maar over het verleden gesproken en dat wordt dan echt een baan. Et un confort. En een comfortzone. Mm-hmm. En hoe... En dat is een buitengewoon lastige laatste vraag natuurlijk, maar hoe zou u, wat zou u Nederland aanraden om het Nederlandse discours, het openbare discours aanraden om het tot elkaar te komen als het over dit koloniale verleden gaat? Zeg maar. Moet je daar radicaler of opener of minder of meer over spreken? Hoe ziet u dat? Dat een samenleving, zoals u het eerder beschreef, uit een, zeg maar, loskomt uit zijn verleden, of een persoon of een samen loskomt uit zijn verleden om in het heden te kunnen zijn? Wat is daar een recept voor? Ja. Voor een dernière question, c'est très compliqué. Mais... Inderdaad, een hele lastige laatste vraag. Je pense qu'il fallait la poser en premier, mais... Had u eigenlijk als eerste vraag moeten stellen? Ik hoop eigenlijk dat u nog een keer terugkomt. Voudrais-je vous revenir? Très bien. Mais, c'est vrai, je pense que dire, parler, raconter, c'est quelque chose de très important. Parce que ça permet à ceux qui veulent recycler ce passé pour en faire des radicalismes de ne plus avoir quelque chose à dire. Ik denk dat het allereerst heel erg groot, van groot belang is om te praten over het verleden, te vertellen over het verleden, want dat voorkomt dat sommige lieden dat verleden recyclen en gebruiken om tot radicalisme te komen. Dat moet je... Parce que le passé, tant qu'il n'a pas été dit, va servir à tous les commerces. Want als je het verleden niet hebt verteld, kan die op allerlei manieren worden ingezet. Mais dans l'autre sens, je pense que si une partie doit assumer son passé, l'autre partie doit le dépasser. Maar andersom geldt ook dat er is wel degelijk inderdaad één partij die zijn verleden onder ogen moet kunnen zien, maar de andere partij moet ook dat verleden kunnen ontstijgen. Parce que le déni du passé vaut aussi, c'est le même crime que le déni du présent. Pour les uns comme pour les autres. Want voor zowel de een als de ander is het ontkennen van het verleden komt neer op het ontkennen van het heden.
J'espère répondu, avoir répondu à la question compliquée. En ik hoop daarmee een antwoord op uw vraag te hebben gegeven. Parce que la question qui se pose pour nous, si l'histoire est dite, ce que disait la dame, et après, est-ce que nous sommes capables de mettre de côté le passé et sortir de la mémoire et nous occuper de nos pays, de nos enfants et de nos vies et construire un rapport normal et sain? En het belangrijke is dus op basis van het vertellen en het kennen van het verleden is de belangrijkste vraag, kunnen we dat verleden dan nu terzijde schuiven om ons te interesseren voor het heden? De opvoeding van onze kinderen, wat er in de toekomst gaat gebeuren en het zo samen een normale relatie tot de ander creëren. J'estime que je n'ai pas à demander à mon vis-à-vis d'assumer sa responsabilité vis-à-vis du passé si moi je n'ai pas le courage d'assumer ma responsabilité vis-à-vis du présent. Ik vind dat ik niet het recht heb om iemand die tegenover mij staat, het Westen, te zeggen, je moet je verleden onder ogen zien, als ik niet zelf de moed heb om het heden, om daar verantwoordelijkheid voor te nemen. Personnellement, je rêve de me construire sans les excuses des autres. Ik wil, en dat droom, dat is mijn droom, om mezelf te kunnen opbouwen zonder de excuses van de ander. Prachtig. Hartelijk dank. Hartelijk dank. Merci beaucoup. Dank je. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Merci. Ja, hartelijk dank. Hartelijk dank voor uw komst. Hartelijk dank voor uw aanwezigheid hier. We sluiten hiermee af. We kunnen dat in de bar nog misschien even vervolgen. Ik wilde u nog wijzen, ik hoop u terug te zien, misschien op 2 juni hier weer in deze zaal. Want dan is er de finale van de Sign of the Time-reeks, waarin Ivo van Hoven, daar is hij nu al hard aan bezig, een stuk maakt over identiteit, een eenmalig stuk, een collage, ingeleid door Mark Lilla, wetenschapper uit de Verenigde Staten. The Once and Future Liberal heeft hij geschreven over identity politics. Het is een onderdeel van het Forum on European Culture. En daar heeft u een folder van op uw stoel kunnen vinden over het hele programma, het driedaagse programma van de 31ste mei tot de 3e juni. Ik hoop u hier terug te zien dan bij de laatste Sign of the Times of op een andere plek van het Forum on European Culture. En tenslotte natuurlijk een groot laatste applaus zou ik willen zeggen voor Jamila Landbrug, Ilko Smits, Karin Ahmad-Mukrin, Reggie Bai en natuurlijk Kamel Daoud. Hartelijk dank voor uw komst. Thank you.